Ja, ik zit hier vandaag met Ted van Lieshout. En jij bent kinderboekenschrijver en grafisch vormgever en beeldend kunstenaar. En zeg je dat zo goed? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, vergeet ik misschien niet. Je, ja, het is een je soort van, wel iets. Ja, ik ben ook schrijver voor volwassenen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel ook schrijver een boek voor volwassenen. Ja, sorry. De verhouding ligt wel een beetje... Ik heb ongeveer 100 boeken geschreven. En 5 daarvan waren expliciet voor volwassenen. En de rest voor alle leeftijden, zou je kunnen zeggen. Ja, en ik heb sowieso... Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen, je bent schrijver en beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. En dan dat behelst dan kinderboeken schrijver. Maar in je schrijven heb je sowieso, voor mijn gevoel, een universele leeftijd. Of een leeftijd die of het nou een kinderboek is of een volwassenenboek... Alsof dat nieuwsgierige wezen dat erachter zit altijd een beetje dezelfde figuur is. En die altijd met een bepaalde blik naar alle dingen kan kijken. Of het naar kunst is. Dus in die zin, voor mij is dat één... Ja, ik weet niet, als lezer, hè? Ik weet niet. Ja, nou dat is wel ongeveer zo. Het kenmerk van bijna alles wat ik schrijf is dat het perspectief ligt bij iemand die jong is. Ja. Ik heb 1 boek geschreven waarin het perspectief niet ligt bij een jeugdige. En dat boek is ook niet zo goed beschreven. Dat was Bloot... Oh ja. Dat is een gesprek tussen 2 volwassenen. En dat viel niet zo heel erg in de smaak bij in ieder geval 1 recensent. Oh, is dat zo? Ja, toen kreeg ik maar 2 ballen, was het. En, nou, dat vond ik wel heel erg. Ja, maar wat nou, dat heb ik een beetje uit mijn systeem geblokt. Ik heb die recensie wel een paar maanden op mijn computer geplakt. Omdat ik dacht, er moet iets van kloppen. Want anders... Zou deze recensent dat niet opschrijven? Het is een recensent die ik waardeer, wiens werk ik waardeer. Dus er moet iets van waar zijn. En ik zag het niet. Ja. Dus ik heb het een paar maanden op mijn computer gehangen, zodat ik het zo nu en dan las. Maar ik ben er toch niet echt achter gekomen wat ik nou anders had moeten doen of wat ik beter had kunnen doen. En uiteindelijk moet ik me daar ook niet te veel van aantrekken en gewoon mijn eigen plan trekken en schrijven wat ik wil schrijven. Maar ik geloof wel dat ik beter ben in een jeugdig perspectief. En daar zit een probleem. Laten we maar meteen dat probleem er bij de hoorns nemen. Ik ben inmiddels 66 en bij mijn nieuwe roman, die komt ongeveer in juni uit... Gaat het ook over een 15-jarige jongen. En de redacteur zei... Ja, het is een intelligente 15-jarige jongen van 30 jaar geleden. Daar schrok ik wel van. Maar ik begrijp wel wat er aan de hand is. Ik spreek natuurlijk niet meer de taal van de jeugd van nu. En daar zit wel een probleem voor mijn werk als kinderboekenmaker... Niet zozeer voor de jonge leeftijd, maar wel voor de leeftijd, nou, laten we zeggen 12 jaar en ouder. Dat de taal die ik mijn personages in de mond leg, is de taal die bijvoorbeeld uit mijn jeugd komt. En dan durf ik gerust zo'n 15-jarige het woord wulps in de mond leggen. Maar er is geen enkele jongere die dit woord zal gebruiken. Of als ik zeg homo, dan zijn er veel tegenwoordige homo's die zeggen... dat woord zou ik nooit gebruiken. Waardoor ik wel merk dus dat ik de link met de jeugd van nu aan het kwijtraken ben. En dat is voor mijn vak natuurlijk wel in zekere zin desastreus. Dat geldt wat minder voor mijn poëzie. Ik schrijf ook poëzie voor de jeugd, voor alle leeftijden... En daar zit wat minder erg dan in een verhaal. Want een verhaal moet je in geloven. En als je iemand in deze tijd tegenkomt... die praat als een jongere van 40 jaar geleden... dan denk je, ja, maar wacht eens even, dat klopt niet. Dus daar moet ik wel een oplossing voor zien te vinden. Dat is een probleem waar ik mee te maken heb nu ik ouder aan het worden ben. En vind je dat ook echt een probleem? Of ja. Voel je die druk? Ja, dat vind ik echt een probleem. Maar bijvoorbeeld, als ik dan kijk naar de... Dus van de 2... volwassen boeken, Mijn Meneer en Schuldig Kind. Daar is de ik-figuur in het eerste boek volgens mij 11, denk ik. En in het tweede boek 14/15. En dan vind ik zelf het verbazingwekkend... dat je dus op de een of andere manier...
erin slaagt om echt in die taal van die leeftijd te kruipen. Op zo'n manier dat ik echt weer herinneringen krijg van die leeftijd. Dus ik denk dan, er zit ook iets, juist iets universeels in. Dat bedoel ik dan met universeel, denk ik, in dat je... Dat je die stem weer tot leven wekt met je eigen stem, zeg maar. Dat je dat, ja, dus dat ik denk van dit zijn ontegenzeggelijk gedachten van die horen bij de leeftijd 10, 11, zeg maar vlak voor de puberteit. En dit is de logica, de interne logica. Dit zijn de koppelingen. Dit zijn de denk, dit is waar je paniek over hebt, terwijl het eigenlijk niet erg is. En bij een 15-jarige, 14-jarige denk ik ook van, oh ja, op dit level ben je al aan het nadenken. Of dit zijn de duistere, morbide fantasieën. Dit zijn de gedachten die je niet mag hebben en probeert te verdrijven. En dat snap je? Dus dat wil je toch niet verliezen? Je wilt dat toch niet vervangen door een soort van jeugd van nu om bij die markt aan te sluiten? Nee, maar dat komt, jij leest dat zo omdat jij zelf ook een volwassen vent bent. Ja. En jij hebt een veel bredere vocabulaire je verworven, die ook niet meer past bij de jeugd van nu. Ja. En dit boek, wat ik nu schrijf, is voor volwassenen. Dus dat is aan zich niet zo erg. Dat zijn dus allemaal volwassenen die het gaan lezen. Maar als het boek dus wordt gelezen door een jongere, een 15-jarige van nu, dan zegt hij, hier klopt iets niet. Ja. En dat vind ik toch wel vervelend. Dat wil niet zeggen dat ik in dit boek de toon van die jongen en de vocabulaire van deze jongen heel erg wijzig, of heb gewijzigd, want ik ben inmiddels al in een verder stadium. Maar als ik nu een jeugdroman zou schrijven, voor de jeugd, dan zou dat eigenlijk niet kunnen, tenzij ik schrijf over een jeugdige van 40 jaar geleden. Dus een soort historische roman. Ja, ja, of je moet op de een of andere manier je die taal eigen maken. Ja, daar heb ik geen zin meer in. dat kan dat haast ik, niet. Ja, maar daar voel ik me nou te oud voor. Ja. Dus ja. Dat gaat niet gebeuren. Maar dat is ook de aarzeling die ik een beetje had toen jij mij vroeg om aan dit gesprek te beginnen. Mm-hmm. Dat ouder worden, dat is voor mij echt een thema. Ook omdat ik merk dat ik ouder word. En wat ik in jouw gesprek heb gehoord bijvoorbeeld, is dat jullie vrij lang aan het woord blijven. Hè, in eerdere gesprekken die je hebt gevoerd. En dat ik nogal eens de neiging heb om te willen inbreken, omdat ik bang ben, oh, dadelijk ben ik het kwijt. En naarmate ik ouder word, merk ik dat dat ook moeilijker wordt. Dat ik denk, oh, hij is nog zo lang aan het woord, ik moet even een notitie maken, want anders is het straks verdwenen. Ja. Snap je? Ja, je bent heel veel dus, als ik het zo mag samenvatten, aan het inschatten van hoe de ander reageert of overkomt. Zowel bij de recensie van Bloot, als ook bij de jeugd op het nieuwe werk, als ook hierop dan. Meteen mijn gewetensvraag of zo. Nou, dat niet per se. Ik ben nu zenuwachtig over mijzelf. Ja. Dan echt? Over jou. Maar ben je echt zenuwachtig? Nee, ik ben niet zenuwachtig, maar Ik kan me niet voorstellen, zenuwachtig. Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik bedoel eigenlijk meer, ook die gespannen, maar toen wij een soort voorgesprek hadden via de mail, zei ik van, nou, ik heb wel zo mijn aarzelingen, mijn twijfelingen noemde ik het. Ja. Omdat ik heel veel dingen niet meer wil zeggen, mijn mening niet meer overal wil verkondigen. En ik ben wel een flapuit eigenlijk. Ja. Dus ik ben wel bang dat ik dingen zeg waarvan ik later denk, oh jee, had dat nou niet gezegd. Je werd je daarmee in de nesten. Aan mij lijkt het dus ook, en dat zei ik ook al over de mail, maar, en dat stelde je trouwens zelf ook al voor, maar dat kan op zichzelf ook weer het onderwerp zijn. Hè? Van, ja, om maar eerst even alle kaarten op tafel te leggen, waarom ik in één keer dacht van, ja, waarom het mij zo bijzonder leek om een keer met je in gesprek te gaan. Ja, sowieso ben ik een groot bewonderaar van je schrijven en je werk. Maar wat mij daar zo bovenal in trof, in bijvoorbeeld Mijn Meneer, en nu heb ik dus ook Schuldig Kind gelezen, is dat je op een hele bijzondere manier je heel empathisch kan verplaatsen in allerlei perspectieven.
of in die hele precaire onderwerpen. En onderwerpen die volgens mij in het publieke domein gewoon eigenlijk taboe zijn. Om je op een genuanceerde manier uit te drukken. En in bloot schrijf je ook van, ja, eigenlijk word je in het publieke discours gedwongen om ofwel beetje bij beetje te bewegen richting de rol van slachtoffer, ofwel beetje bij beetje te bewegen richting de rol van dader. Hè? Terwijl in jouw werk en ook in je blog die je misschien wekelijks of dagelijks bijhoudt en ook in je beschouwingen, zie ik toch een enorm verlangen om daarover in toch jouw steentje bij te dragen aan dat gesprek. En ja, dat gesprek, daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Maar als jij dan tegen mij zegt van ja, maar ik heb eigenlijk geen zin meer om dat hardop te zeggen, dan ben ik ook geïnteresseerd in waarom dan niet en wat daar dan weer uitrolt. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik zeker. Ik kan het niet laten. Ik wil graag mijn stem laten horen en mijn mening laten horen, want ik denk dat die belangrijk is. Maar ik vind dat mijn mening er niet meer zoveel toe doet. Omdat ik ouder aan het worden ben. Ik vind dat mijn mening niet meer courant is. Maar als je mening er niet toe doet, dan zou ik zeggen, dan is die oude in die open. En dan kan ik er als een soort vlindervanger toch proberen om die vlinders in tuurlijk, het netje te vangen. Dat moet je ook doen. Maar er is wel een verschil. Als ik een boek schrijf, dan kan ik mijn mening daarin als een soort kleiklomp kneden. En ik kan eraan blijven kneden, net zolang tot ik denk, en zo is het ongeveer goed. Ja. Zo kwets ik niet iemand die ik nu even uit het oog ben verloren. Maar als ik nu iets zeg à la Flapuit, zal ik maar zeggen, dan zit daar straks iemand te luisteren die gekwetst kan zijn, terwijl ik dat niet bedoel. Ja. Dan heb ik niet voldoende oog voor de belangen of de gevoeligheden van iemand die luistert. En dat vind ik in zoverre vervelend, als dat dan weer bij mij terugkomt. Je ziet dat ik nu een valse draai maak, hoop ik. Ja, ja. Want ik wil eigenlijk wel zeggen waar het op staat, onverbloemd. Maar ik ben bang eigenlijk voor de consequenties. En wat ik niet wil, is er iemand mee kwetsen. Ja. Terwijl ik eigenlijk wel vind dat het gezegd moet worden. Maar als ik nou zeg dat ik als lezer, laat ik het anders zeggen. Ik zie vandaag of gisteren nog op jouw weblog een stuk voorbij komen wat alweer reageert op de situatie Overmars. Dus ergens, ik snap dat je op een boek dat je daar jarenlang aan sleutelt en dat je dan heel precies kan, ja, toch kan vormgeven wat je nou wil zeggen. En dan natuurlijk elk boek, de een slaagt daar meer in dan de ander, of dan heb je achteraf misschien het gevoel van, oh, ik kan het nog iets beter zeggen, en dan wordt er een nieuw boek geboren. Maar in ieder geval, daar kun je veel langer aan werken. Maar hier heb je toch al meteen gereageerd. Dus er zit ook iets van jouw onmiddellijke enthousiasme wat zich meteen stileert en wat publiek tot mij komt. Hoe zit dat dan? Ja, dat komt omdat ik me dan geroepen voel om toch iets te zeggen. En dat is dan vooral als ik constateer dat het denken en het reageren de clichématige kant op gaat. Ja. Ik erger mij heel erg aan clichédenken. Jij zei daar straks al een beetje van of dader of slachtoffer. Dat polariseren, wat heel erg gebeurt, dat gaat steeds maar verder. Nu bijvoorbeeld in deze periode Overmars speelt, er is een man van de PvdA, er zit nu iemand van de VPRO, Boos is geweest, de Voice of Holland. Alle discussies daarover gaan eigenlijk maar in één richting, namelijk een soort eenheid in denken in de richting van, wij zijn er voor het slachtoffer en meer hoeven we niet te doen, doen we ook niet, willen we ook niet doen. We zijn er voor de slachtoffers en dat is het enige wat telt. Dat zei ook iemand op mijn weblog gisteren. Mm-hmm. En dan denk ik, dat moeten we helemaal niet doen. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Als je
als je niet in staat bent om in die cliché, in dat clichématig denken, hè, elkaar volgen in hetzelfde gedachtepatroon, als je daar geen nuances in kunt zien, kun je het probleem nooit oplossen. Kun je het alleen maar voor je uitschuiven en op diezelfde weg doorgaan. Nou, en ik hoop dan op de een of andere manier, misschien wel tegen beter weten in, dat als ik ze nu dan een nuance aangeef, zoals in dit geval bij Overmars, de manier waarop werd gereageerd op Edwin van der Sar. He, die zei, het is erg voor iedereen. Ja. En toen was er iemand in RTL Boulevard, die zei, dat, is helemaal, dat mag je helemaal niet zeggen, want iedereen is ook Mark Overmars, en voor hem is het helemaal niet erg. Terwijl het natuurlijk ook erg is voor hem. Ja. Misschien vind je het voor hem niet erg omdat jij hem als dader ziet, maar hij is niet veroordeeld. Hij heeft zich nauwelijks kunnen verdedigen. Hij is als het ware overgeleverd aan de publieke schandpaal. En ik kan me nog herinneren dat ik als kind, als dat kijken naar oude, weet je wel, oude films over de middeleeuwen, en dat je iemand in een schandpaal zag staan, dat ik dacht, oh, wat verschrikkelijk zielig voor die meneer. Ook al heeft hij gestolen, ook al heeft hij misschien iets gedaan wat niet mocht, dat je zo te kijk wordt gezet. Dat is toch wel heel erg. Nou ja, dat is diezelfde, misschien dat kinderlijke wat jij al eerder in mij meende te bespeuren. Dat heb ik toch nog steeds, dat ik dat toch zielig vind. En ik vind dat je daar best mededogen mee kan hebben. Ook met daders. Ik zie eigenlijk niet in waarom je keihard zou moeten zijn naar daders. Je hoeft niet met ze mee te gaan, maar je kunt best met ze meedenken. Hun vrouw, hun kinderen, dat zijn toch allemaal mensen die ook gekwetst worden door zoiets. Dat heeft ook weer zijn weerslag op zo'n dader. Ik vind de hardheid waarmee men reageert, onder het mom van zacht zijn. Hè, men bedoelt, ik ben zacht voor het slachtoffer, maar wel hard voor de dader. Dat denk ik, nou, dat is aan mij niet besteed. En wat ik ook heel erg begrijp uit meerdere stukken die ik dan van jou gelezen heb, is dat het ook eigenlijk voor het vermeende slachtoffer ergens een probleem is als die rol jou wordt toegestreven door het publiek. Omdat je misschien zelf helemaal niet uit bent nog hoe je daarmee om wil gaan met die situatie. Dat je... Ja, nou, dat heb ik zelf meegemaakt in de afgelopen 10 jaar. In 2012 verscheen Mijn Meneer. Mm-hmm. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Dat gaat over een jongen van 11 die een relatie krijgt met een volwassen man. En daar niet per se zich het slachtoffer van voelt. Uiteindelijk wordt hij dat wel. Moet ik het eigenlijk meetrekken naar mijn eigen situatie, want het is gebaseerd op mijzelf natuurlijk. Mm-hmm. als jongetje. Ik merkte in de jaren erna dat ik, zonder dat ik dat wilde, steeds dieper werd meegetrokken in de rol van slachtoffer. Dat als ik niet bereid was om te manifesteren als slachtoffer, ik kon worden aangevallen. Niet zozeer dat ze zeiden, want het is jouw schuld, want dat is eigenlijk nooit zo echt gebeurd. En bovendien, ik heb er ook nooit aanleiding voor gegeven. Maar wel dat ik onheus bejegend werd. Behalve als ik op mijn strepen ging staan als slachtoffer. Dus als iemand op een gegeven moment mij aanviel, om wat voor reden dan ook, en ik zei, zeg je dat nou tegen mij als slachtoffer? Dan hielden ze stil. Bizar. Dat is inderdaad bizar. Dat zo goed werkt, eigenlijk. Ja, nou ja, maar dat heb ik dan dus ook geleerd. Dat ik slachtoffer ben als ik dat wil. En ik ben geen slachtoffer als ik dat wil. Ik kijk naar de situatie. Normaal gesproken manifesteer ik mij niet als slachtoffer. Maar als het nodig is, als ik merk dat iemand mij onheus bejegent of op een bepaalde manier mij behandelt, dan haal ik dat wel van stal, omdat dat mag. Ik ben officieel en wettelijk, zou je kunnen zeggen, slachtoffer van
kindermisbruik. Van seksueel kindermisbruik. Ja, dus dan dus kun je eigenlijk altijd. Daar ga ik op bij strepen staan. Dan kun je altijd naar terugvallen, bedoel je. Dus het is eigenlijk een. Daarom is het ook een slachtofferrol. Want je kunt altijd. En los van dat je ook slachtoffer bent of zegt van ik ben ook strikt genomen slachtoffer. Maar je kunt ook inderdaad. In een soort. Ja, in die rol schieten om inderdaad. Omdat je gedwongen wordt om daarmee die argumenten te counteren. Terwijl je zelf veel liever misschien over al die aspecten zou willen praten, maar niet die vrijheid voelt of wordt aangevallen. Begrijp ik dat zo goed? Ja, precies. Jij hebt het een stuk moeilijker, bijvoorbeeld. Jij bent een witte man, hetero. Je hebt dus geen enkel verweer. Nou jawel, ik heb wel een verweer. Want, wat in de LGBTQ community vaak wordt gezegd is don't assume gender. En dat is mijn verweer, don't assume gender. Ja, dat is heel verstandig. Want dat mensen weten ook niet, mensen nemen ook maar aan dat ik een witte heteroseksuele man ben. Maar dat is ook een aanname. Dus dat is mijn verweer. Nou, het is wel vervelend dat jij dat nou steelt van mij. Want ik was nog van plan dat nog te bedden te brengen. Dat kan nou niet meer, maar wel heel goed dat je dat gedaan hebt in ieder geval. Maar ik kan in ieder geval, dus inderdaad, dat ik ben weliswaar wit. Hè, dus ik mag eigenlijk over bepaalde onderwerpen niks zeggen. Maar omdat ik homo ben, mag ik over bepaalde onderwerpen wel wat zeggen. Ja. En omdat ik slachtoffer ben, en niet alleen van kindermisbruik, maar ook van hele hoop andere soorten misbruik, heb ik daar ook wel een stem in. Ja. Ja, ik zit erover na te denken van, eigenlijk omdat ik voel me heel betrokken bij die debatten over deze onderwerpen, omdat ik ook dat gevoel heb dat ik tegen die clichés in wil gaan. Maar inderdaad, in de MeToo-kwestie, ik ben geen slachtoffer en geen dader in, om het even welke MeToo-zaak. In BLM, ik heb geen zwarte of donkere of getinte huidskleur. Alleen, ik wil me toch bemoeien met die debatten. En dat dwingt toch tot creativiteit. En dat brengt dan misschien me toch wel weer bij die podcast, waarin ik dan me toch min of meer verplicht voel om naar buiten te gaan en de wereld in te trekken en met mensen te praten. En op die manier vind ik toch wel een weg om die onderwerpen op tafel te leggen. Dus dat is dan misschien mijn manier om mee om te gaan. Ja, nou ja, dat je daar creativiteit voor gebruikt, dat vind ik dan kei goed. Ik voel gewoon, zeker sinds, voor mij was het ook een beetje toen MeToo begon, in 2017. Als eerst kwamen meteen die grote namen, Kevin Spacey viel. En dat gebeurde allemaal binnen een etmaal. Ik schrok daarvan. Eigenlijk omdat ik precies vanuit het principe, vanuit die heksenjacht, ik heb ook heel erg sterk in mijn hoofd, vanuit heel vroeger een soort rechtvaardigheidsgevoel. Van je gaat niet zomaar iemand beschuldigen. Ook al heeft hij de schijn behoorlijk tegen. En dan vind ik ook de regel dat die wel heel vaak wordt gebruikt van ja, maar ben je seksueel, jullie vergrijpen, is het nu eenmaal zo dat er heel weinig mensen worden veroordeeld. Ja, dat, dan zou ik zeggen dat geeft me aan hoe complex die problematiek ook is. En hoe atypisch. En de reden te meer om heel erg je best te doen, om daar genuanceerd over na te denken. Dat zou mijn reflex zijn. Mm-hmm. En nu zijn we inmiddels 4, 5 jaar verder of zo. En het lijkt alleen maar harder en harder te worden. Dus ik heb zelf een enorm verlangen om dan toch die gesprekken op te blijven zoeken. Dan zijn het maar moeilijke gesprekken of zo. Dat is denk ik wat mij. Ja, dat verlangen heb ik zelf ook. Maar ik ben ook wel bevreesd voor reacties. Dat als ik iets zeg wat niet bevalt, dan kun je niet zozeer een klap, maar kun je toch wel flink aangevallen worden. Nou, ik heb ontdekt met die oeverloze lange podcasts. Je zei het al, dat is een enorme lange zit, zo'n podcast. En dat is ook een soort beschermlaagje. Want de meeste felle critici, die zijn helemaal niet bereid om langer dan 5 of 10 minuten naar een hele genuanceerde podcast te luisteren. Dus die komen hier helemaal niet. Dus we zitten nu in het diepe gedeelte van het gesprek. Je bewaart ook de meest uitgesproken meningen voor het laatst. Zeker. Want je denkt, dat halen ze toch niet. Dat halen ze niet. Dus nee. Ik denk dat zeker als dat je zeg maar in een lange genuanceerde podcast ben je een beetje beschermd door de vorm. Dat wil ik denk ik. Ja. Ter geruststelling op tafel leggen. Maar goed, ga dan toch eens op in. Zijn er niet mensen geweest die toch vrij diep tot in jouw podcast zijn geraakt en jou hebben aangevallen over dingen die je hebt gezegd of die jouw gasten hebben gezegd? Ja, ik heb eigenlijk daar niet zoveel last van, merk ik.
het enige onderwerp waar mensen echt boos van worden nu is, maar dat is dan dat corona-onderwerp, wat helemaal gepolariseerd is. Maar als het gaat over seksuele misstanden, waar het ook vaak over gaat, dan merk ik dat mensen dat toch als zuurstof ervaren. Van, oh wat fijn, het mag toch weer ergens wel genuanceerd over gepraat worden. Dat is denk ik waarom ik jou ook wil verleiden om toch meer te vertellen, juist over hoe dan dat boek Mijn Meneer tot stand kwam, of wat jou... Ik ben daar benieuwd naar waarom je ineens dacht, of misschien is dat een heel geleidelijk proces geweest, van ja, ik moet daar toch een roman over maken. En wat dat vervolgens gedaan heeft, en hoe je bij bloot bent uitgekomen. En oh, maar dat kan ik allemaal heel makkelijk vertellen. Ja, daar ben ik... Ja, dat is ook geen geheim allemaal. Ik vind... daarin stond ik sterk. Omdat ik een van de weinige slachtoffers was, want ik noem me nou maar even slachtoffer, die erover praten. En dat was in die tijd toch een stuk geringer. Ik zal een korte voorgeschiedenis vertellen. Mm-hmm. In 1999 heb ik Zeer Kleine Liefde geschreven. Dat is een dichtbundel met gedichten die gelardeerd zijn met brieven die ik heb gehad van een man die mij destijds... ik kan niet zeggen heeft verleid, want dat is... Verleid is niet het goede woord. Misbruikt vind ik ook niet het goede woord. Maar goed, de luisteraar snapt nou ongeveer wel... wat het ongeveer dan zou moeten zijn. Dat had ik aanvankelijk voor volwassenen geschreven... maar de uitgever aan wie ik het had aangeboden... dat was overigens Querido... die zei, nou nee, wij vinden het op de een of andere manier... toch een jeugdboek. Dus nu heb ik het aan mijn eigen uitgeverij, Leopold, laten lezen. En... Ik sla even een stap over. Toen zij dat gezegd hebben, dacht ik... Als zij vinden dat het voor kinderen is... dan moet ik daar ook meer naar gaan kijken. Dus nu heb ik het herschreven. En min of meer als een kinderboek... een jeugdboek... naar mijn eigen uitgever in Leopold gestuurd. En die hebben het toen gepubliceerd. Daar won ik toen een prijs mee. En daar heb ik toen ook enigszins de pers mee gehaald. Toen werd ik ook uitgenodigd... in een programma... Ik weet niet meer hoe het heette. Dat was van Paul Witteman volgens mij. Met discussies met publiek. Of ik daar aan mee wil doen. Nou zei ik, dat doe ik niet. Want er hoeft maar één moeder in de zaal te zitten met een misbruikt kind. En ik heb geen enkel argument meer in te brengen. Dus dat heb ik toen niet gedaan. Maar daarna ontwikkelde zich wel een soort tendens in de samenleving. Waarin men steeds verder ging met het... clichématig denken over pedo's. En dan laat ik even het midden pedofielen, pedoseksuelen. Ik gooi ze maar even op één hoop voor het gemak. En toen dacht ik op een gegeven moment... waarom maak ik niet nu wel een boek voor volwassenen... waarin ik vertel wat er met mij gebeurde. Gewoon vertellen hoe dat zo ongeveer in zijn werk ging. Om een nuance aan te brengen... in dat clichématig denken erover, hè? In uiterste denken. Iedereen dacht op een gegeven moment, misschien nog steeds wel... dat als je het over pedo's hebt, dat mannen zijn... die een kind van zijn fiets aftrekken, in de struiken, misbruiken... en dan is dat kind voorgoed verpest. Als het niet al dood is achtergelaten. In werkelijkheid gebeurt dat natuurlijk wel eens ooit... en er gebeuren ook heus hele erge dingen... Maar in de meeste gevallen gaat het om iemand die je kent. Is het veel dichterbij. En is het niet zo desastreus als men denkt. En ik dacht, als ik nou gewoon stapsgewijs vertel hoe dat ongeveer bij mij ging. Maar dan wel geromantiseerd, hè, in de vorm van een roman. Dan kan ik die nuance aangeven. Dus ik heb toen dat boek gepubliceerd. En dat werkte ook zo. Ik kwam toen alsnog bij Witteman, met Pauw erbij was dat toen. En dat heeft heel goed gewerkt. Er is ook een documentaire van gemaakt. En eigenlijk kreeg ik vrijwel alleen positieve reacties. Maar wel werd ik gestalkt door een aantal mensen. Waaronder een zeer overtuigde pedoseksueel. Die vond dat ik niet positief genoeg was geweest over de pedoseksuele contacten in het boek. En ik werd ook gestalkt door een pedojaagster. Die mij bestookte met... zij was een van degenen die vond dat ik niet helder zag.
dat de schellen van mijn ogen moesten vielen, dat ik moest inzien dat ik een slachtoffer was, een willoos slachtoffer, en dat ik dus de naam bekend moest maken van degene die mij had belaagd. En dat is één ding wat ik nooit gedaan heb. Ik, ook in die roman, die heb ik echt gedramatiseerd, met zoveel veranderd dat niemand kon achterhalen wie die meneer is geweest. En dat heb ik expres gedaan, omdat ik geen wraakgevoelens heb. Maar dat niet alleen, omdat ik de regie wilde bewaren. Ja, en op het moment namelijk dat als ik bekend zou maken om wie het gaat, ben ik de regie kwijt. Dan is mijn troefkaart uitgespeeld. Dan ligt de troefkaart bij die meneer. Die kan zeggen, ik doe er niks mee. Of ik ga naar de politie en ik doe aangifte van laster. Of ik neem een advocaat in hand en dan heb ik af te wachten wat er gebeurt. En dat wil ik niet. Aan de ene kant omdat ik die wraak niet zoek. Er zijn dus geen rare motieven die ik zou kunnen hebben waarom ik dit aan de kaak stel. En ik geef hem niet de regie in handen door zijn naam bekend te maken. En dat ben ik altijd blijven doen. De regie blijven houden over wat mij is overkomen. En dat is ook waarom ik er altijd over heb kunnen blijven praten. Op de manier zoals ik doe. Zo open mogelijk. Zonder dat ik ooit in het probleem ben geraakt. En dus zonder dat ik ooit de regie kwijtraak over mijn eigen slachtofferschap en over de dader. En wat ik nu ook begrijp in dit verhaal is dat je, dus je krijgt heel veel positieve reacties, maar je wordt ook belaagd, namelijk door de twee meest extreme polen van de discussie. Toch? Ja. De twee meest extreme uitersten. En dat gaat dan toch dan als een kiezel in je schoen zitten of zo. Ja. Ja. Dat gaat natuurlijk met de tijd steeds vervelender worden en niet. Of ik bedoel, net als een kiezel in een schoen. Je moet op een gegeven moment je schoen uittrekken en die kiezel eruit halen of zo. Hè? Nou ja, dat is schuldig kind geworden. Ja. De vraag die mij het meest gesteld werd nadat ik mijn meneer publiceerde was. Natuurlijk, hoe is het verder gegaan? Maar hoe zou jouw leven verlopen zijn als dat niet gebeurd was? Ja, dacht ik, wat is dat nou voor een achterlijke vraag? Dat kan ik niet weten. Het is toch gebeurd? Ik kan dat niet wegdenken. Ja, ik zou die vraag zelf, ja, misschien niet om mezelf de borst te kloppen of zo, maar ik zou die vraag ook nooit stellen, omdat ik juist benieuwd ben naar wat ik zo fascinerend vind aan mijn meneer, is dat, of ook gewoon ontroerend, is dat je er echt in slaagt om die hele kleine stapjes te laten zien. Echt, dus je zegt, ik heb het gefictionaliseerd. Wat je volgens mij, dat is mijn lezing, hè? Ik weet niet of dat waar is, maar wat je van mij hebt overgehouden, van waarvan ik niet anders kan denken dan dat echt is, is dat die relatie die zich ontvouwt tussen de ik-persoon en die meneer, dat heel stap voor stap en heel geleidelijk gaat, waarbij elk stapje als een natuurlijke stap voelt. Maar als je ze bij elkaar optelt of je zoomt even uit, dan denk je, wow, wat gebeurt hier? Of zo. Dat is het iets. Ja. Dus nou, en dat geleidelijke is iets wat zo ontzettend tegen dat beeld ingaat van in de bosjes gesleurd worden. Dat je denkt van, maar wacht eens even. Om een voorbeeld te noemen, hè, om het concreet te maken. De ik-persoon wil naar de kunstacademie, dus die wil kunstenaar worden. En die meneer die geeft hem teken en schilderspullen en begint op een gegeven moment over van, nou, een echte schilder, die gaat natuurlijk naakt schilderen, want de anatomie van het lichaam, en dat kan die onderbouwen door die liefde voor de kunst die ze samen hebben. Dan wordt een soort, kunst wordt dan een common ground, waarbij je allebei denkt van. En dan kan het best wel zijn dat je misschien zelfs dat gefictionaliseerd hebt. Dat kan ik niet goed waarnemen. Nou ja, je bent zelf de kunsten ingegaan. Dus ik denk dat die affectie of die voor kunst dan ook autobiografisch kan zijn. Maar het is ook, je begrijpt dat daarin die stappen zitten. Van dat iemand eigenlijk op die subtext gaat zitten van, zullen we een keer een naaktportret proberen? En dat is dan een grens die opschuift. Terwijl daar ook liefde voor kunst in zit. En de ik-persoon denkt ook van, wauw, eindelijk iemand die mij begrijpt dat ik kunstenaar wil worden, die met me meedenkt. Er zit zoveel diepte in zo'n voorbeeld. Ja, nou, daar zitten helemaal geen snoepjes en struiken in. Daar zit gewoon een heel, heel levensecht miniatuurtje van hoe het in het leven gaat. Waar grenzen opschuiven, toch? Dat heeft me ook het meest gekrenkt in de periode na het publiceren van Mijn Meneer, dat iedereen het over dat kind had als, dat was geen liefde, dat was iemand die misbruik maakte, je werd gegroomd.
Maar dat is niet relevant. Wat relevant is, is wat dat kind voelt op dat moment. Als je tegen het kind zegt, ja, maar het was geen liefde. Dan zeg je ook tegen dat kind, je was het ook helemaal niet waard, liefde. Hoezo denk jij dat jij het onderwerp kunt zijn van liefde? Ik voelde mij gegriefd. Dat ik niet serieus genomen werd als kind in de oprechtheid van mijn gevoelens en in mijn optiek van hoe de ander voor mij voelde. En dat vond ik heel erg naar. En daar gaat in zekere zin ook voor een deel het nieuwe boek over, dat in juni verschijnt. Dat gaat toch weer in zekere zin over hetzelfde. Ja, dus maar dan weer een ander aspect. Ja, dus er blijft een steentje in de schoen zitten. Ja. Waardoor je dan niet toch. Nou ja, ik vind die kiezel wel mooi. Die hou ik er ook gewoon in. En die kiezel in die schoen bedoel je? Ja. Zo van, dat levert weer denken op over het onderwerp. Ja, ik vind het een hele goeie. Maar ik begrijp, want het is interessant. Want zodra we erover praten, dan ga je inderdaad op je woorden letten. En dan denk ik van, kijk, voor mij is het zo ontegenzeggelijk ergens helder dat je inderdaad geprobeerd hebt om je terug te verplaatsen in je eigen denken als 11-jarige. Dus dat is de oefening. En dus voor mij bestaat er geen twijfel over dat je daar, ja, dat je daar zelf met je eigen onbevangen blik ook weer naar luistert, ongeacht je oordelen over die situatie. Maar zodra je dat probeert te vangen en daar bewondering voor probeert te uiten, dan kan je inderdaad met die pedohunter blik en naar jezelf luisteren en denk je, ben ik het nou aan het rechtvaardigen? En daar hebben journalisten natuurlijk ook een angst voor, hè? Die denken van, ja, ik moet natuurlijk even de kritische Pauw en Witteman blik trekken, bij wijze van spreken, omdat ik wel allemaal kijkers heb die bezorgd zijn. Dus iedereen zit een beetje in die angstpsychose, zolang er niet op een normale manier ook weer daarover gepraat mag worden. Maar over dit onderwerp ben ik toch niet voorzichtig in mijn woordkeuze? Nee. Ik zeg dat ik dat zelf weer ben in mijn vraag. Nee, over dit onderwerp kan ik heel makkelijk praten. Ja. Bij wijze van spreken, omdat ik mijzelf het air van een autoriteit op dit gebied aanmeet. Ja. Ik ben een van de weinigen die er echt makkelijk over praat. Die er ook heel veel over heeft gepraat. Ik ben wat dat betreft enigszins, nou ja, je zou haast kunnen zeggen, deskundig daarin. Dus daar, dat pakt ook niemand mij af. Dit onderwerp kan ik heel makkelijk praten. Dus kun je alles over vragen wat je wil. Ja, voor de mensen die het nog niet hebben gelezen, is misschien jammer om het over het einde te hebben, maar aan de andere kant, misschien ook weer helemaal niet. Maar het is een boek uit 2012. Ja. Als we het nou nog niet gelezen hebben, dan mag het. Ja hoor, maar dus ik vind het einde heel ontroerend, omdat de, wacht, ik pak het er even bij. De ik-persoon die zegt dan, even kijken hoor, of ik het zo snel kan vinden. Je bent even aan het zoeken, zeg ik maar, tegen de luisteraars die denken van, oh jeetje, de verbinding is weggevallen. Ja, hij zegt van, ik wou de Lego steentjes uit mijn handen laten vallen, opstaan en me tegen hem aandrukken. Ik wilde zijn armen om mij heen voelen. Ik wilde dat hij me op mijn wangen en mijn oren kuste. Dus dit gaat over het afscheid van de ik-persoon en die meneer. En de ik-persoon, dit zijn dan de gevoelens die eromheen razen. Ik wilde dat hij me op mijn wangen en mijn oren kuste. Ik wilde dat hij ze zeggen, nu laat ik je niet meer los. Ik wilde mijn handen in zijn zakken stoppen en ze er nooit meer uithalen. In gedachten deed ik het ook, in het echt niet. Want ik wist wel wat ik wilde, maar ik wilde het niet willen. Ik liet de laatste Lego-blokjes in de laatste doos vallen en deed de deksel erop. Daarna stond ik op en zette de doos in de kast. Ik aarzelde even, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik zei dag. En dan is er een afscheid en helemaal op het einde bidt hij, zoals gedurende het hele boek, tot Maria. En dan zegt Maria van verder nog iets. En dan zeg ik nee, zeg ik. Jawel, ik heb meneer in de steek gelaten. En waarom ik dat denk ik zo ontroerend mooi vind, is omdat het kind daar helemaal dus niet zich een slachtoffer voelt, maar zelf bewust is van zijn eigen verlangens en daden. En ergens dus, dat heb je ook volgens mij heel erg proberen te vangen in schuldig kind, wat dus het effect is op de ik-persoon of op je eigen leven, al dan niet gefictionaliseerd, met die gevoelens waar je jezelf misschien ook schuldig over voelt, of waarmee je dubbele gevoelens of ambivalente gevoelens hebt. Dus daar probeer je op een hele complexe,
Of probeer je op een hele genuanceerde manier die complexiteit van zo'n situatie te vangen. Eigenlijk een onmogelijk contact die op allerlei manieren niet mag bestaan. En waarbij de ik-persoon toch heel veel verdriet en gemis voelt. En dat gevoel van verdriet en gemis, daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Dat je denkt van, maar natuurlijk, die ik-persoon die mist ook iets daarna. Maar dat is een beetje het verneucratieve natuurlijk. Ik heb dat ook zo mooi bedoeld. Maar in de periode na dat boek ben ik steeds meer erop gedrukt, met mijn neus op gedrukt, dat schuldig voelen een machtsmiddel is ook van die manier in zekere zin. Doordat mensen vinden dat een machtsmiddel is, waardoor het mooie als het ware eruit wordt gehaald. Dus en wat ik dus mijn eigen gevoelens worden als het ware verpest door wat andere mensen, andere volwassenen, ervan vinden. Die zeggen, dit mag allemaal niet, dit is erg, dit is niet oprecht, dit is niet eerlijk, dit is vies, dit is vuil, dit is foos. En uiteindelijk ga je daarin mee. Uiteindelijk word je daardoor beïnvloed en denk je, ja, dit had niet gemogen, dit is fout. En dan word je dus in zekere zin een slachtoffer. Een slachtoffer ook van wat er gebeurd is. Een slachtoffer van de situatie. Dus het mooie wat er was, waarvan je dacht dat het mooi was, en dat het misschien ook wel was in werkelijkheid, wordt door wat je erna ervaart, door in contact met andere volwassenen, verpest. Daar komt het eigenlijk op neer. He, zoals die mevrouw die mij bestookte dat ik zijn naam bekend moest maken. Die maakte er iets vuils van, iets foos. En dat vond ik heel erg moeilijk om te accepteren. Maar ik merkte wel dat gaandeweg die 10 jaar dat allemaal gebeurde, dat ik toch vergiftigd ben. He, dat ik toch steeds meer afgedreven ben in de richting van het slachtofferschap. Ook al, omdat ik je daar straks al vertelde, dat ik mijzelf bijna niet kon handhaven als ik niet zo nu en dan hardop riep, ik ben slachtoffer, vergeet niet, ik ben slachtoffer hier. En dat is natuurlijk eigenlijk betreurenswaardig. Ja, maar, want terwijl je dit alles vertelt, zit ik te denken van, maar het ene en het andere sluiten elkaar zelfs niet per se uit. Dus zelfs al zou de meneer in dit verhaal van begin af aan ontegensprekelijk slechte bedoelingen hebben gehad, dan nog kan het zijn dat de ik-persoon in die situatie die gevoelens had, precies, voor wat ze ook waard waren. Ja. En dat is gewoonweg een perspectief wat je mee kan wegen in het tal der perspectieven als je naar die situatie kijkt, toch? Ja, nou, ik heb heel lang gedacht, zeker ook in mijn puberjaren, van ja, dit was eigenlijk misschien wel de liefde van mijn leven. Maar na dat boek, alle reacties beluisterend, is dat zo ingekegeld als het ware, dat daar niks van over is gebleven. He, dus wat ik dan misschien de liefde van mijn leven vond, vonden andere mensen helemaal niets waard. En kun je iets vertellen over dat geleidelijke proces van die 10 jaar van dat je zegt, ik ben toch vergiftigd door die publieke druk eigenlijk. Of eigenlijk, ja, door, in eerste instantie door, denk ik dan, door die 2 extremen die zich in de discussie mengen. Want de meeste mensen waarderen de literaire poging om dat onder woorden te brengen. Maar dat is die extreme die zorgen dat het toch onder de huid kruipt dan. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat dan gegaan is en hoe dat dan misschien tot nieuwe publicaties heeft geleid? Om maar een heel praktisch voorbeeld te noemen. De oorspronkelijke versie, die hou ik nu even omhoog voor jou. Dan kan jij het zien, want jij hebt de andere versie. Mm-hmm. De eerste versie, daar stond een foto van mij op als 10-jarig jongetje in de Maas met een steen in mijn handen. Ja. En ik sta daar met een zwembroek aan in de Maas. Maar er waren heel veel mensen die wilden dit boek zo niet lezen in de trein. Hè, omdat ze wisten, oh, het gaat over iets pedofiels en dan een jongetje erop.
Dan willen we dit liever niet wat lezen. Wat zullen de buren wel niet denken, dat gevoel? Wat de buren wel niet denken, maar ook... Want het jongetje, die schrijver exploiteert dat jongetje. Met andere woorden, sommigen vonden dat ik mijzelf, want het is dus een portret van mij, ja, dat ik het jongetje dat ik was, exploiteerde voor dit boek. Door het op de omslag te zetten. Dat is ook een beetje de gekte van deze tijd, dat toch? Dat is de gekte van deze tijd. Ik heb wel eens gehoord dat het ook strafbaar is om naaktfoto's van jezelf, van jongere leeftijd, op je computer te hebben of zo. Terwijl dat je eigen het is absurd. Is. Het is absurd. Wij moesten toen een tweede druk maken. Althans, het was een goedkopere uitgave. Ja. En toen heb ik er een verbodsbord op gezet. Alleen, het is, normaal gesproken zie je dit bord als blauw. En dan zie je dat een mannetje met een klein kind... Dat is dan een park bijvoorbeeld, hè, waar je kunt wandelen. Maar ik heb de kleur blauw vervangen door rood. Maar je ziet, hè, dus de twee omslagen naast elkaar. Hè, dit... Die foto van mij, dat was de oorspronkelijke. En de wat mattere is de mildere, die is meer afgestemd op het publiek. Op wat het publiek vindt van zo'n situatie. Nu we het toch over afbeeldingen hebben. En ik ga er maar vanuit dat luisteraars dit allemaal heel makkelijk kunnen googlen. Maar op het voorblad van Schuldig Kind staat ook een afbeelding van jou, toch? Maar ja, dan als puber, als 15, 14-jarige, denk ik. Nee, ja, maar hier ben ik 17, net 17. 17. Dit vond ik een fascinerende foto. Kun je daar iets over vertellen? Wat? Die foto is gemaakt in de Efteling. Toen was ik met mijn eerste vriendje op pad. Toen was ik net 17. Je ziet er heel feminien of ergens vrouwelijk uit. Of heel opvallende, of heel uitgesproken vrouwelijk. Ja, ik had lang haar. Was dat ook toen door het leven ging? Ik werd wel gepest. Dat las ik ook in dat je constant pestende jongeren moest afkopen met allerlei. Ja, dat klopt. Dat is ook autobiografisch, denk ik. Dat is allemaal autobiografisch, ja zeker. Maar daar was je wel inventief in dan, als puber. Dus even, misschien maak ik me nu een gekke sprong, maar dus ik, ja, zoals ik dan dat boek lees, Schuldig Kind, wat heel autobiografisch volgens mij is. Het is een interview met je huidige ik, vertelstem, of althans de stem in het boek, maar die lijkt heel erg samen te vallen met jou als persoon. En het is eigenlijk een gesprek die zich ontvouwt tussen die 15-jarige en de huidige ik. En die twee ikken gaan met elkaar een soort worsteling aan. Ja. En zo ontvouwt zich een beetje... Ja, dus eigenlijk ontstaat er bij mij dan het beeld... hoe ik vermoed dat wat de effecten, de langere lijnen, de diepere lijnen zijn geweest... van die ervaring met die meneer naar op zo'n puberleven. Dus eigenlijk kom je met een hele verrassende... weer hele andere inzichten van... op antwoorden op die vraag van... ja, wat doet dat nou met je? Zo'n ontzettende gebeurtenis... Er is zo'n relatie met zo'n oudere man die verboden is en niet mag. En dan, wat zijn dan de effecten? En dat werk je een beetje uit in Schuldig Kind. Ja, maar het vervelende is dat je dat natuurlijk nooit zeker kunt weten. Nee. Het kan ook best zijn dat mijn karakter ervoor heeft gezorgd... dat ik op een gegeven moment door die man ben uitgekozen. Dat hij dacht, oh, dat zal wel een homofieltje zijn en die pak ik. Ah, nou niet pak ik. Dan ik zelf stereotyp doen. Dat ik toch ben uitgekozen. In ieder geval, ik voelde me wel uitverkoren. Mm-hmm. Maar ik ben waarschijnlijk wel gewoon uitgekozen. Omdat hij dacht van nou... dat weet ik dus niet zeker. Kijk, hoe meer ik het in die terminologieën denk... hoe meer ik beantwoord aan de stereotypen die men heeft... van hoe een pedofiele relatie in elkaar zit... Dus nou ga ik weer eigenlijk op de verkeerde weg, op de verkeerde pad... door mee te gaan met die stereotypering. Nou, maar, en dat moet ik eigenlijk niet doen. Nee, maar ik denk één ding heb ik er zelf uitgehaald... en ik heb wel het idee dat inderdaad het effect kan zijn geweest... namelijk dat je als puber echt op zoek ging, s'nachts, naar liefde. Van waar is die... Want je had die liefde al gevoeld, dus je wist dat het bestond... En je zocht eigenlijk naar... Dat heb ik eruit gehaald, hè? Correct me if I'm wrong. Maar je zocht volgens mij naar iets wat echt was... en wat ook jou zelf zag als iets bijzonders of uitzonderlijks. Klopt dat? Ik zocht in zekere zin wel herhaling.
Maar waar ik eigenlijk naar zocht was een man die 2 keer zo groot was als ik. He, toen ik 11 was, was die man ongeveer 2 keer zo groot als ik. Maar goed, dat kun je natuurlijk nooit meer herhalen. Want op een gegeven moment was ik zelf uitgegroeid. En dan, ja, dan kan het niet meer. Maar is dat iets letterlijks? Of is dat iets eigenlijk vrij letterlijk. Nee, dat is eigenlijk vrij letterlijk. En is dat ook echt wat je herinnering is aan die leeftijd? Dat je echt zocht naar iets wat groot en ja, omvattend was? Nog steeds. Ik val nog steeds op grote mannen. Ja, wat bizar. Of ik bedoel, ik weet niet wat En je zegt van, ik kan nooit met zekerheid zeggen dat dat een effect ervan is, maar dat is wel wat er gebeurde met mij. Ja, nee, ik geloof niet zo heel erg dat 1 ding in je leven alles bepalend is. Ja. Het zal altijd de samenloop van omstandigheden zijn. Maar ik bedoel, ik heb ook in Eindhoven gewoond toen ik 15 was, maar ik ben toch niet 's nachts gaan zoeken naar mannen, zeg maar. Dat is heel typisch gedrag. Dus ik kan me heel goed voorstellen. Ja, ik kan me heel goed inbeelden. Dus wat ik dus dan mooi vind aan dat boek is dat ik daar nog nooit over heb nagedacht. Omdat ik inderdaad altijd, mijn focus wordt altijd geleid in die clichés naar daders en slachtoffers. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat iemand 4, 5 jaar later puber is en denkt, ik heb een grote, alomvattende liefde en dat is een gat. En nu ga ik iets zoeken wat misschien niet bestaat. En ik ga op pad, ik ga de nacht in. Dat een effect kan zijn. Ja, maar dat kun je niet rechtstreeks. Je kunt niet zeggen dat dat per se een effect is. Nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, je presenteerde het. Het boek heet Schuldig Kind. En je brengt het uit na Mijn Meneer. En je zegt ook in je eigen kunstbeschouwingen van, ik plaats altijd 2 kunstwerken naast elkaar, zodat de toeschouwer, dus nu lul ik je even uit met je eigen theorieën. Nee, dat is heel goed wat je doet. Dat de kunstenaar die associatie legt. Dus ik leg hier nu Mijn Meneer neer en daarnaast Schuldig Kind. En ik lees op de achterkant dat die boeken relaties zijn aangaan met elkaar. Dus daar haal ik het een beetje uit. Nee, hè? Dat is ook, dat klopt ook. Maar nou, kijk, als jij zo lang door blijft praten, dan ben ik van mijn apropos. Ja, sorry. Ik wat ik wou zeggen. Nee, maar ik voelde ik moest me een beetje gas geven om een punt te maken. Ja, maar dat zeg je ook heel goed. Het is alleen, wat ik bedoel te zeggen is dat het, nogmaals, dat het niet 1 ding is. Ik kan niet zeggen, het komt door hem dat ik 's nachts de deur uitging. Het was ook dat ik bevestiging zocht. Ik zocht iemand die mij wilde. En dat kon ik niet. Ik was te verlegen, te onzeker en te problematisch misschien wel om dat op een normale manier te vinden. Dus ik ging op een gegeven moment 's nachts de deur uit en dan ging ik op zoek. En op een gegeven moment liet ik me er ook voor betalen. Dan weet ik niet wel zeker dat ze me de moeite waard vinden, want anders zou ze het niet voor betalen. Maar je kunt niet 1-op-1 zeggen dat dat komt door die meneer. Nee, dus ik denk ook niet dat ik dat wil zeggen, maar ik denk dat ik wil zeggen dat ik als lezer daar voor het eerst toe geprikkeld word daarover na te denken, dat het een mogelijkheid is. Nou, dus dat is goed. Dat is denk ik preciezer gezegd, er opent zich voor mij een spectrum van mogelijkheden die ik nooit heb gezien, omdat ik in 2 uiterste polen heb gedacht. En dat zijn ook die polen die jou lastigvallen en jou in die schuld, in die slachtofferrol willen drukken. Maar ook in de rol van schuldig, hoor. Want dat hoort er dan ook heel vaak bij. Je moet een beetje kiezen. Zo, van of je bent schuldig of je bent slachtoffer of zo. Ja, nou ja. Er is wel een verschil. Er is ook een verschil dat ik in die jaren heb gemaakt. Een kind kan nooit schuldig zijn aan zijn eigen misbruik. Ja. Dat kan niet. Daar moet je op een gegeven moment aan vasthouden. Want als je dat niet doet, breng je kind in verwarring. Dus als je dat nou maar gewoon stelt en ook aan kinderen duidelijk maakt, een kind kan niet schuldig zijn aan zijn eigen misbruik. Ja. Er zijn geen manieren waarop dat kan. Dan red je daarmee dat kind in zekere zin. Maar dat geldt niet voor volwassenen. Volwassenen kunnen wel schuldig zijn aan hun misbruik. En hoe onderbouw je dat? Nou, we zeggen heel vaak van een slachtoffer. Nu is dat een beetje opgeschoven. Hè? Eerst zeiden we dat over kinderen. Kinderen kunnen niet schuldig zijn aan hun eigen misbruik. En nu is de neiging gaan ontstaan, om dat ook van slachtoffers te zijn, te zeggen dat slachtoffers niet schuldig kunnen zijn aan hun eigen slachtofferschap. Nou, dat is vaak niet waar. Je kunt toch wel heel vaak weglopen van een situatie. Als volwassene
kun je de consequenties overzien van wat je overkomt. Ja. En dan heb je over het algemeen vaak keuzes. Ook bijvoorbeeld in machtsposities. Wat ik nu zeg, dat zal me waarschijnlijk kwalijk genomen worden door heel veel mensen die slachtoffer zijn. Die zeiden, ik kon er niks aan doen. Maar goed, dat durf ik dan toch wel aan. Die kritiek die durf ik dan wel op me te nemen. Omdat ik wel vind dat je volwassenen niet gelijk kunt en mag stellen aan kinderen. En het voorrecht van kinderen in deze is dat kinderen niet schuldig kunnen zijn aan hun eigen seksuele misbruik. En dat onderscheidt ze van volwassenen. En die grens ligt gewoon puur bij waar de wet ook de grens stelt. Of nou, je merkt nu heel duidelijk, hè, dat heb je ook de afgelopen maanden en jaren gezien, dat strikt genomen ligt die grens bij 16. Ja. Maar in alle, bijvoorbeeld ook in die boossituatie, de Voice of Holland, mm-hmm, waren dat regelmatig ook meisjes van 18. En wat men als het ware nu aan het doen is het oprekken van die leeftijd naar ongeveer 20, 22 jaar. Ja. Dat de kindertijd verder genomen moet worden. En dat een kwetsbare jongere, het gaat dus niet meer alleen om kinderen, maar ook kwetsbare jongeren kunnen er niks aan doen als ze slachtoffer worden van misbruik. Nou, daar kun je over discussiëren. Ja, ja, en dat zou ook weer een heel gesprek moeten zijn. Nou ja, ik vind dat te makkelijk gebeurt. Dat we nu te makkelijk bereid zijn om ook het slachtofferschap van een 18 of 20-jarige en zelfs van een 22-jarige te accepteren als iets waar het slachtoffer niks aan kon doen, omdat hij of zij een jongere is. Ja, en dat wordt bijvoorbeeld dan heel erg in die MeToo-zaken vaak toegepast. Ja. Zo van bijvoorbeeld, Ik ben daar ietsje strenger in dan sommige anderen. Ik vind dat iemand van 20, dat je die wel degelijk, als die volwassen is voor de wet, dan mag je daarvan ook verwachten dat die volwassen beslissingen kan nemen en ook tot een zekere hoogte beslissingen die hij of zij mag nemen van de wet, de gevolgen daarvan kan overzien. Voor een deel in ieder geval. En dan vind ik dat je niet zo makkelijk kunt zeggen dat iemand van 19 net zozeer een slachtoffer is als iemand van 14. Ja. En hoe heb je dan naar die ontwikkelingen in The Voice gekeken, denk ik dan ineens, van de afgelopen maanden? Ja, nou, daar durf ik dus bijna niks over te zeggen. Oh ja. Want jij hebt er wel wat over gezegd op je website wederom, of op je weblog. Ja, ja. Dus niet dat je er niks over zegt. Nee, dus, maar dan moet ik dat ik heel... Ik weet dat hier wederom de verleidingskunst geldt, dus ik ben toch benieuwd wat... Ja. Nou, precies, maar dan, als ik er een stukje over schrijf, dan kan ik dat redelijk goed afwegen. Dan denk ik daar nog eens een dag over na. Ja. Maar dan toch krijg je meestal in de reacties toch dat er één aspect wordt uitgepikt. En daar gaan dan alle reacties over, waardoor de nu genuanceerde mening, waarvan ik dan denk dat ik die heb, uit het zicht verloren raakt en toch het cliché weer boven komt drijven. Ja. Wat ik daarvan denk, in het wilde weg kan ik daar zo niks over zeggen. Dus dan moet je toch concreter zijn met je vraag. Ja, dus we hebben nu... Je legt nu wat een en ander op tafel, hoe je daar naar kijkt. En in één keer dacht ik van... Wat mij opvalt, en dat is hetzelfde wat er gebeurde met mijn meneer. Mensen krijgen op een gegeven moment een idee, hè, van wat er gebeurt als een kind misbruikt wordt. Wordt van de fiets gerukt in de bosjes. Nu ook bij deze kwesties die nu spelen, de MeToo-kwesties, of in ieder geval in dit geval de Voice of Holland, krijg je niet te horen wat er precies gebeurde. Krijgt niet de dickpics te zien. Je weet dat ze er zijn, maar hoe zagen die eruit? Wat waren dat dan allemaal voor foto's? Wat waren dat allemaal voor berichten? Die krijg je niet te zien. Nee. Je krijgt alleen te horen dat het erg was. Dat het was heel erg. En dus krijg je op een gegeven moment... maak je een voorstelling van hoe erg dat dan wel niet geweest moet zijn geweest.
Nou, dat is een lullige formulering. Je krijgt het idee dat dat heel erg was. Ja. Terwijl het misschien ging om bijvoorbeeld een berichtje als God. Wat heb je een leuke jurk aan? Het was wel kort. Had je er wel een slipje onderaan? De vraag is natuurlijk in hoeverre dat... Dat kan wel grensoverschrijdend zijn. Maar is het ook dusdanig kwetsend dat je daar door getraumatiseerd zou kunnen worden? Hoe erg is dat? En daar durf ik dan niks over te zeggen. Daar kan ik ook niks over zeggen. Want ik ben geen vrouw. Ik ben geen meisje. En ik kan niet goed invoelen hoe ik dat zou vinden. Ik kan alleen zeggen wat ik zelf doe als ik een dikpik krijg. Dat vind ik best leuk. Dan ga ik zitten kijken, God, wat zal ik nou eens voor zeggen? God, wat een grote, zeg ik dan. Of, nou zeg. Ik vind ook dat er deze dagen heel generaliserend over dikpiks wordt gepraat. Ik denk van, de ene is de andere niet. Nee. Toch? Daarom dat je ook moet weten inderdaad om welke dikpik het gaat. En dan kun je dus mensen zeggen van, ik vind ze allemaal lelijk of zo. Of ik vind... Nou ja, wat ik het moeilijke daaraan vind, is dat men oproept... Zo het niet al verboden is, dan moet het verboden worden. En dan bedoelen ze dikpics die je ongevraagd krijgt. Ja. En dan denk ik, weet waar je aan begint. Want zo'n verbod staat niet alleen. Dus op het moment als een dikpic verboden wordt, zal er nog veel meer verboden worden. Ja. Dan moet je ook afvragen of die foto's die je op Facebook krijgt, ongevraagd, van dames die... weliswaar wel iets aan hebben, maar toch iets laten zien waar je niet om gevraagd hebt, en die daar toch seksuele bedoelingen mee hebben, of dat dan nog mag. Maar ook als je een foto krijgt van een duckface. Je weet wel wat het is, neem ik aan. Ja, ja, ja. Een verleidelijke pose die je van iemand kijkt waar je niet om gevraagd hebt. In hoeverre kan dat aanstootgevend worden gevonden door iemand die daar niet om vraagt? Ja. Je ziet nu ook, en dat is het gevaar volgens mij dat er schuil gaat om het geheel, dat als vrouwen deze kwestie ter tafel brengen, ze goed nadenken over hoe ze zich kleden. Ze zullen dat bijna nooit doen met een diep uitgesneden jurk. Dat ze denken, nou, dat kan ik beter niet doen. En die consequentie, vrees ik, is wel te verwachten dat vrouwen zich gaan kleden om dit soort dingen te voorkomen. Om de schijn te voorkomen dat ze het hebben uitgelokt. Want dat is het gevaar wat je natuurlijk loopt. Op het moment dat dickpics verboden worden en er komt een rechtszaak van... dan heb je natuurlijk de kans dat zo'n man zegt... ja, maar ze heeft me uitgelokt, hè, want ze had zo'n décolleté of ze had een kort rokje. En dan zegt zo'n vrouw, maar ik heb het recht om dat te dragen. Waarom zou ik dat niet mogen? Dat is mijn eigen keuze. Ja, zegt die man, maar ik heb er niet om gevraagd... om te worden blootgesteld aan iemand in zo'n kort rokje. Voor mij was dat... ja, dat heeft mij uitgelokt. En dan ben ik benieuwd hoe een rechter antwoordt. Maar dat is niet de kwestie, het gaat erom van tevoren... Vrouwen zullen denken, ja, maar ik wil niet dat dat argument gebruikt gaat worden. Dus ik trek een kooltruitje aan. Met andere woorden, de kans bestaat, denk ik, dat als je dickpics verbiedt, je uiteindelijk ook jezelf regels gaat opleggen waar je uiteindelijk misschien helemaal niet zo blij mee bent. Maar goed, hier kan ik ook natuurlijk weer kritiek op verwachten van... Hoe durf je dat te zeggen? Dit is ook altijd de kwestie bij die discussie die ik zelf heel problematisch vind. Dus door MeToo krijg je dan de vraag van... maar je moet gewoon consent vragen. Dus ja is ja, nee is nee. En dat moet allemaal duidelijk zijn. En desnoods contractueel. Dus je hebt volgens mij in landen als Zweden gaan al best wel ver... in dat je eigenlijk iets moet ondertekenen... of een soort app hebt waarbij je consent kan uitwisselen... voordat je seks gaat hebben... En als ik puur naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik van... ja, maar dat is zo'n probleem eigenlijk om dat op die manier aan te pakken. Want het is zo... Ik bedoel, je hebt van jezelf altijd het idee misschien van... dat je
ik heb van mezelf het idee, ik heb goede bedoelingen. En dus je vindt jezelf niet onredelijk. Je bent zelf voor jezelf in je eigen hoofd altijd het... Ja, maar dat denk, gewoon iemand, dat denkt zeg maar. Mark Overmars maar dat denk, ook. Inderdaad. Dus dat is heel lastig als je voor iedereen maar overal zegt van ja is ja, nee is nee en het moet gewoon duidelijk zijn. Dat is gewoon één groot mijnenveld, toch? Dat gaat ook niet werken. Wij denken nu misschien dat wij dat kunnen veranderen. Maar de manier waarop mannen en vrouwen tegenover elkaar staan, die bestaat natuurlijk al... Nou ja, eeuwen, dan zeg ik het nog heel kort. Die heeft altijd bestaan. Ja. En er is natuurlijk toch altijd een bepaalde spanning tussen mannen en vrouwen. En de paringsdrift, dat kun je echt niet kanaliseren. He, je kunt echt niet zeggen, nou, we kunnen nu alleen maar neuken met een contract. He, zo werkt het gewoon helemaal niet. En je kunt dat wel willen, om het zo te laten werken. Maar als het tot 10 jaar geleden niet werkte, waarom zou je dan denken dat het de komende eeuwen wel zo gaat werken? Dat geloof ik gewoon niet in. Er zijn dingen die je niet kunt veranderen. En het is beter dan om te kijken hoe je het zo prettig mogelijk voor jezelf kunt maken, dan dat je denkt dat je het met contacten wel even in orde zult maken. Ik geloof niet dat dat werkt. En dat vind ik ook in zekere zin het sneuien voor... veel mannen. Moet ik eerst zeggen dat ik het nog sneuier vind natuurlijk voor de slachtoffers. Maar ik vind het ook sneu voor mannen dat ze natuurlijk lang gedacht hebben van ja, maar dit is de manier waarop ik meiden kan versieren. Iedereen doet het zo, ik doe het ook. En dat het nu, ja, dat het deze uitwerking nu heeft. Ik vraag me ook hoe lang dat blijft. De media vinden het interessant en die zit er natuurlijk nu bovenop. Maar ik ben benieuwd hoe lang dat zo blijft. Op een gegeven moment denken de media, ja, we hebben het nou zo vaak erover gehad. Dan ebt die belangstelling weer weg. En dan vraag ik me af of niet alles weer gewoon bij het oude terechtkomt. En dan hoop ik dat er iets gewonnen is. En dat geloof ik ook wel. Ik geloof wel dat dingen veranderen. Alleen veel en veel langzamer dan wij denken. Ik geloof wel dat... mannen er nu meer van bewust zijn dat niet alles kan. En ik geloof dat je daar al heel blij mee moet zijn. En dat je niet het pad op moet gaan van... Ik stap nu met alles wat ik kan naar de rechter. Zo dat al mogelijk zou zijn. Want heel vaak heb je natuurlijk gewoon geen bewijs. En het enige wat nu dan ook kan, is dat je gewoon de naam van iemand bekend maakt. En die is meteen af. Want er is sowieso geen rechtszaak, komt ervan. Iemand is al lang af als je gewoon zijn naam noemt. Dat vind ik ook dan wel lastig. Ja. Daar gaat mijn nieuwe roman ook voor een deel over. Oh ja. Ja, ik wil heel graag nog de stap zetten naar bloot. Ik moet weer denken aan dat steentje in die schoen. Dat wat toch blijft wringen. Toen ik dus bloot is volgens mij vorig jaar verschenen. Of echt redelijk recent. 2 jaar geleden. 20. Dus dat is weer een aantal jaar na Schuldig Kind. Ik had het idee dat daar weer gedachten die waren blijven hangen bij die eerdere boeken weer op een andere manier toch uitgekristalliseerd waren. Of weer op een andere manier een soort nieuwe nuance vonden. En ja, ik weet niet of je daar zin in hebt, hoor. Maar ik zou heel graag willen vragen of je misschien een stukje wil voorlezen uit. Ik heb een stukje namelijk... Maar misschien vind je dat wel heel vervelend, hoor. Maar ik dacht van, dit is misschien heel mooi. Ik kan wel een vraagje erover stellen. Maar eigenlijk staat de vraag al heel mooi in dit stuk tekst. En dat lijkt me mooi om een aantal dingen misschien nog te proberen samen te nemen. Van alles wat we op tafel hebben gelegd. Ik moet heel even zoeken wederom. Ja, wil jij nog een kopje koffie of zo? Terwijl jij zoekt, dan haal ik nog wel even een kopje koffie. Ja, graag. Lekker. En dan zet ik hem heel even op pauze. Okay. Ik zet hem nu weer op aan. Ja, dus ik vroeg net of je een stukje wilde voorlezen. Dus, ja. Ik heb de documentaire met Wade Robson en James Safechuck over Michael Jackson gezien. Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat er seksuele handelingen zijn verricht, maar een zekere vooringenomenheid staat me daarbij wel in de weg. Voortdurend zag ik bewijzen voor wat ik al verwachtte. Namelijk dat de getuigenissen bijgekleurd zijn door de therapieën die de beide mannen hebben ondergaan.
Ik heb iets dergelijks ook bij mezelf gemerkt, hoewel ik nooit in therapie ben geweest. Je jeugdervaringen worden in en bijgekleurd door wat de maatschappij ervan vindt en hoe in de zielzorg met dit soort kwesties wordt omgegaan. Het is alsof je op een soort wip zit. Je moet naar voren of naar achteren schuiven om het juiste evenwicht te vinden, om met degene die tegenover je zit, in de samenleving zeg maar, te kunnen wipwappen. Wade en James zagen zichzelf niet als slachtoffer, eerder als uitverkorenen, maar moesten hun mening en gevoelens bijstellen toen steeds weer duidelijk gemaakt werd hoe wij naar omgang tussen een volwassene en een kind dienen te kijken als er intimiteit in het spel is. Mijn eigen ervaring was dat ik mezelf nooit slachtoffer vond, ook al was ik dat in juridische zin wel. Maar toen mijn boeken over het onderwerp verschenen waren, voelde ik druk vanuit de maatschappij om me alsnog slachtoffer te gaan voelen. Ik moest volkomen duidelijk zijn over mijn eigen rol in het verleden. Ik was beslist geen dader, dus ik moest wel slachtoffer zijn, omdat andere opties domweg niet begrepen worden. Wie zichzelf in zo'n situatie geen slachtoffer noemt, wekt de indruk dat hij vergoelijkt wat er is gebeurd of ermee heeft ingestemd. En dat is funest voor je positie in een gesprek, omdat er bij dit onderwerp geen ruimte is voor nuance. Ik heb gemerkt dat gaandeweg mijn mening over wat mij overkomen was steeds ietsje meer in de richting schoof van wat de samenleving wenselijk acht. Dat was nodig om het communiceren erover mogelijk te maken. Het was ook nodig omdat een standpunt als het mijne, dat afwijkt van wat men verwacht, voortdurend aanleiding was om in de verdediging te worden gedreven. Kortom, als je niet afficheert als slachtoffer, word je bedolven door een lawine van onbegrip, argwaan en twijfel. Ik heb het interview dat Oprah Winfrey had met Robson en Safechuck ook gezien en daarin haalt Oprah de journaliste Maureen Dowd aan. En die zegt, celebrity supersedes criminality. How can you see clearly when you're looking into the sun? How can an icon be a sun? Dat is een mooie uitspraak die tegelijkertijd de keerzijde illustreert van de druk die de samenlegt op de misbruikte kinderen. Je voelde je uitverkoren, maar dat zag je niet goed, achterlijk kind. Je werd verblind. Je was nog maar een kind dat van niks wist. Hij hield niet echt van je. Je gevoelens voor hem waren ook niet echt. Wat je aanzag voor aandacht was grooming. Je was dom, stom en idioot, maar daar kon je niks aan doen omdat je nog maar een kind was. Van de gevoelens en eigenwaarde van zo'n kind wordt geen spaander heel gelaten. Ik stop eventjes hier. Dit is precies wat ik net allemaal verteld heb, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zat ook net aan luisteren. Ik vond dit is mooi. Ja. Ik ga nu weer verder in het boek. Ik kreeg bij het zien van de documentaire de indruk dat beide jonge mannen een soortgelijk proces hebben doorgemaakt en als het ware zijn gedwongen in de rol van slachtoffer, van gekwetste, van patiënt, zou ik haast willen zeggen. Ik had tijdens het kijken naar de film keer op keer het gevoel dat er wel degelijk dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Ja, ik ben er vrij zeker van dat hun getuigenis op waarheid is gestoeld, maar ook dat hun relaas is bijgewerkt om sceptici over de streep te trekken. Je getuigenis, misschien wel elke getuigenis, is als een homp vormloze klei en daar moet je een asbak van kneden, want anders zien de mensen niet wat het is. Ik heb zo even proberen uit te leggen hoe dat werkt. Als mensen niets kunnen waarnemen tussen daderschap en slachtofferschap in, dan moet je bewegen in de richting van één van de twee. En logischerwijs dus in de richting van slachtofferschap. Je moet duidelijker aangeven, nee, illustreren dat je slachtoffer bent. Tegelijkertijd moet je meer en meer aspecten weglaten die men zou kunnen associëren met daderschap. Om een algemeen voorbeeld te geven dat vaak voorkomt, om zo concreet mogelijk als slachtoffer te boek te staan, zegt een slachtoffer dat hij zonder aanleiding in elkaar is geslagen. Hij vertelt niet dat hij, doe normaal, tegen de dader heeft geroepen, omdat hij bang is dat men dan zegt dat hij het pak slaag zelf heeft uitgelokt. Het slachtofferschap is duidelijk, maar het kan nog duidelijker door nuances weg te laten die verkeerd kunnen worden uitgelegd. Of om het beeld van die homklei af te ronden,
Als je getuigenis te grillig van vorm is voor de toeschouwers, dan moet je die aanbieden als asbak, want die herkennen ze. Bij Michael Jackson zou ook sprake kunnen zijn van een asbak die van klei gemaakt is, maar dan gekleed naar het daderschap toe. Ik kan moeilijk geloven dat Michael Jackson het ongenuanceerde monster was dat nu van hem geschetst wordt. Ik denk dat hij ook zelf op de een of andere manier slachtoffer was en dat hem niet geleerd is waar de grens ligt tussen innige omgang en grensoverschrijdende intimiteit. Maar mijn oordeel is gekleurd doordat ik door de pedo uit mijn jeugd werd omringd met aandacht en niet ben geslagen. Als ik was misbruikt in de zin zoals de meeste mensen voor ogen hebben, van de fiets gerukt, de bosjes ingetrokken, begluurd in sportkantines, zou ik waarschijnlijk op een andere manier oordelen. Maar ik moet het doen met mijn eigen levenservaring. Ik moet het doen met wat mijn eigen levenservaring me ingeeft. En dat is mildheid. Nou, daar sta ik toch wel helemaal achter. Het is eigenlijk precies wat we nou de afgelopen uur hebben zitten vertellen. Ja, dan... Alleen hier concreter en in één stuk. Ja, ik weet niet. Ik vond het zo'n verbluffend mooie passage. Omdat hij ook eigenlijk weer het soort uitgepuurde denken geeft van al die eerdere processen en die eerdere boeken. En ja, ik vind het ook verbluffend dat die recensent dan met die twee ballen komt aanzetten. Terwijl ik hem eigenlijk op basis van deze ene passage zou ik al minstens 4 ballen hebben gegeven. Want dat even terzijde. Maar ik dacht, waarom ik denk ik interessant vond om dit nog even op tafel te leggen, is omdat het ook weer een aantal dingen concreet maakt en, ja. en aaneenrijgt. En waar ben je eigenlijk met die wat je uiteindelijk zegt, hè? Het stemt me tot meer. Of ik bedoel, ik ben nu eenmaal wie ik ben en ik kijk nu eenmaal zoals ik kijk. En het wordt me ingegeven om mild hiernaar te kijken. Dat is misschien niet hoe anderen naar kijken, maar daar moet je het maar even mee doen. En ik vind dat iets openbreken in die. Nou ja, het illustreert ook heel goed het slachtofferschap van nu. Ja, van hoe slachtoffers als het ware alleen slachtoffer zijn. In de rol van slachtoffer worden gedrongen om zich te kunnen manifesteren als slachtoffer. Mm-hmm. En dus zo ver mogelijk wegblijven van eventuele eigen verantwoordelijkheid op enig moment ergens. Omdat je dan op een glibberig pad komt. Ja. En wat je nu ziet in die polarisatie in zekere zin, is dat een slachtoffer wordt gedrongen in de rol van slachtoffer en daar ook eigenlijk niet meer uit kan komen en alleen nog maar slachtoffer is en verder eigenlijk niks. En dat is dan ook de meest veilige functie, als het ware. En dat niet alleen, maar het slachtofferschap is ook een identiteit. Het wordt een identiteit. Ja. Nou wou ik weer iets zeggen van, dat komt in het volgende boek te staan, maar dat gaat dus weer verder dan waar dit boek is gebleven in zekere zin. Dat slachtofferschap als identiteit kan voor mensen heel erg belangrijk zijn voor hun levensbehoud. Met andere woorden, een slachtoffer wil niet per se slachtoffer af zijn. Maar je zegt ook, en dat illustreer je eigenlijk heel scherp, vind ik, met dat voorbeeld van die asbak. Dus je wordt ook ergens, even los van de gevallen die duidelijker zijn of extremer zijn, maar ook in veel gevallen word je ook in die rol, naar die rol toegepraat. Juist. Een beetje. Naar die rol toegekleid. Juist. Eigenlijk. Hè? Dus sommige mensen die genieten, dus in een wereld die op identiteit gebaseerd is, en de online wereld is een wereld waar je een avatar of een afgevaardigde van jezelf kan styleren. En dus die wereld wordt ook meer en meer georiënteerd op identiteiten. Ja, en je werkt er zelf aan mee. En dus in die wereld beteken je ook iets. En als je dus bevestigd raakt in die identiteit, heb ik het idee dat je ook leert genieten van die rol die je opeens krijgt. En je zegt iets van, er zou iets gedaan moeten worden. In één keer krijg je 500 likes, meestal krijg je 5 likes. En je geniet in één keer van die aandacht. Je denkt, wat mooi, ik zei iets heel erg Jeanne d'Arc-achtigs. En het voelde goed. Want en dat is ook een deel van die rol die je dan kan spelen. Zeker. Zo, hè? En wederom, los van de hand liggende voorbeelden, die er gegarandeerd ook zijn. Want het is een heel spectrum natuurlijk wat je beslaat. Ja. Alleen waar jij volgens mij met deze passage en ook met alles wat je vandaag vertelt ruimte voor lijkt te willen creëren, is dat er een heel
een heel gebied daartussen bestaat. En dat als je niet die slachtofferkaart wil trekken en niet die rol wil spelen, dat daar ook argumenten voor zijn. En dat je ook iets kapot kan maken, namelijk de oprechte gevoelens die je misschien in het moment had, die heel anders zijn dan de gevoelens die je wordt aangepraat. Ja, maar dat heeft dan weer te maken met de regie. Als je kiest voor het slachtofferschap, ben je de regie kwijt. En is dat altijd? Ik zou me willen laten overtuigen als iemand zegt dat het anders is. Mm-hmm. Maar mijn eigen perceptie is dat als je slachtoffer bent, dan leg je de regie bij iemand anders. En hoe werkt dat dan precies? Nou, als ik dan toch nog maar even doorga met die MeToo-toestanden. Of in dit geval misschien een mooi voorbeeld. John de Mol. Ja. Die zei, vrouwen moeten zich uitspreken. En dat de volgende dag zei, ja, maar het is de schuld van vrouwen niet. Ik denk niet dat John de Mol bedoelde dat het de schuld van vrouwen was. Maar hij riep vrouwen op om in actie te komen. Terwijl die vrouwen zei, nee, wij slachtoffers hoeven niks te doen. Die daders moeten veranderen. En dat is eigenlijk in zekere zin typisch iets wat de rol van slachtoffer is. Dat het slachtoffer, die legt de regie bij de dader. De dader moet iets veranderen. Maar dan geef je dus de regie af aan die daden. In mijn optiek moet je dat niet willen. Als je iets wilt veranderen, moet je zelf zorgen dat het verandert. Je moet niet zeggen, nou, de dader heeft het gedaan, dus het is zijn verantwoordelijkheid om het weer goed te maken. Maar die dader denkt, ja, maar dat ga ik helemaal niet doen. Waarom zou ik dat doen? En als dat slachtoffer zit te wachten tot de dader actie onderneemt, ja, dan kan het zijn dat slachtoffer heel lang moet wachten en dus een leven van diep ongeluk tegemoet gaan. Want als je actie verwacht van die dader en die komt niet, dan wordt je leven verpest. En dan kan je beter, zeg ik, de rol van slachtoffer soms eens afleggen. En dan hoef je niet door te schieten naar de daderkant, maar wel besluiten, de regie ligt bij mij. Ja. Net wat ik zei, ik maak niet de namen bekend van al de mensen die me hebben misbruikt. Want het zijn er best veel. Want zolang ik dat niet doe, hou ik de regie in handen. Dus ik ben zowel de regisseur van wat mij is overkomen in zekere zin. Wat ik wil, wat er verder gebeurt. En ik ben ook slachtoffer. Maar ik kies zelf op welk moment ik regisseur ben. En op welk moment ik denk, nou laat mij nu maar slachtoffer zijn. Ja. Zodat ik actie kan ondernemen. En er is een aspect van slachtofferschap waarbij slachtoffers zeggen, ja, maar ik wil helemaal geen actie. Ik wil erkenning. Ik wil bijval. Ik wil dat men erkent wat mij is overkomen. En daar ligt in mijn optiek een groot probleem op het moment dat je je troefkaart al hebt uitgespeeld. Als jij al hebt verteld wie het heeft gedaan, dan worden er automatisch motieven gezocht van waarom heeft zij, laten we dat maar even zo zeggen, heeft zij die naam genoemd? Wat is haar motief? Is dat wraak? En wraakgevoelens zijn eigenlijk niet zo mooi. Je moet ook, als je wraak wil nemen op je, moet je daar ook mee leren leven. Dat je eigenlijk ervoor gezorgd hebt dat iemand anders leven verwoest. Je kunt wel zeggen, ja, maar hij heeft mijn leven verwoest, dus ik heb het recht om zijn leven te verwoesten. Maar je moet daar wel met jezelf mee in het reinen komen dat je dat gedaan hebt. En mijn standpunt is, noem die naam nou niet. Hou die achter de hand. Je kunt dat altijd nog doen. Je begint toch niet een spelkaarten met je troef op tafel te leggen. Nee, die hou je in eigen hand. En die speel je pas uit als het nodig is en liefst helemaal niet. Omdat je dan altijd de regie in handen houdt, terwijl je toch slachtoffer bent. Het is mijn tip. Het is een tip waar 55 jaar ervaring achter zit. Ja, ik vind het heel mooi gezegd. Maar? Oh, ik hoor geen maar. Oh, ik dacht dat je maar. Oh, nee, helemaal niet. Nee, ik weet nog. Ik stelde net de vraag van hoe zou je dat onderbouwen? En dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar hoe je het onder woorden zou brengen. Want ik heb wel de intuïtie van een ja. Van ja, dat, dat,
Zo denk ik er ook over. Maar ik zou niet weten hoe ik het zou moeten zeggen. En dan vat je het eigenlijk heel, heel scherp samen. En dan denk ik, ja, dit is de kern van... Het gaat om het weggeven van de regie. Het gaat erom dat je... Zodra je kiest voor die rol van slachtoffer... dan krijg je heel veel instant bevrediging. Maar dat is ook zoals het meisje met de zwavelstokjes. Je moet elke keer weer een nieuw zwavelstokje afstrijken... om die kortstondige warmte te voelen of zo. Ja, nou, dat vind ik ook... is geen duurzame oplossing. Wel een mooi beeld. Wat heel veel slachtoffers ontberen... is die erkenning waar ik het net over had. Het begrip. Erkenning dat mij dit is overkomen. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Ik ben altijd geloofd. En dat komt mede doordat ik die naam niet noemde. Bij mij zijn nooit valse motieven vermoed. En hoe komt het dat jij die wraakgevoelens niet zo uitgesproken niet hebt? Omdat ik mijn geweten niet wil belasten. Ja. Ik heb ook wel vaak zuchtiger. Als iemand mij een loer draait, dan denk ik ook van... nou, die wil ik bij wijze van spreken nu van de brommer afrijden of iets dergelijks. Maar dat doe je dan natuurlijk niet. In dit geval is dat van iets langere adem. En ik vind dat geen mooie karaktertrek. Maar wat belangrijker is, die erkenning... op het moment dat jij... de suggestie zou kunnen wekken dat je andere motieven hebt. Hè? Misschien wel valse motieven die je zou kunnen hebben doordat je iemands naam noemt. Ja, dan moet je dus je hele slachtofferschap vechten voor het erkennen van dat slachtofferschap. En dat heb ik nooit hoeven doen, omdat ik altijd geloofd ben. Er is nooit, voor zover ik weet in ieder geval, misschien achter mijn rug wel, er is nooit iemand die mij niet geloofd heeft. En dat had ermee te maken met dat ik... dat er gewoon geen andere motieven waren. Er was geen wraak, er was geen rancune. Oude rancune misschien wel hier en daar, bij sommige andere dingen. Maar dat heeft mij ook in zekere zin wel de macht gegeven om erover te praten. Ja, met alles wat nu is gezegd. Dus nu, ja, uit jouw verhalen, maar ook uit je werk en... Nu pik ik er hele specifieke boeken uit. Hè. Je hebt natuurlijk, zoals je aan het begin zei, ik heb 100 boeken gemaakt, zei je. En dat beslaat een hele waaier aan onderwerpen. Dus ik vraag nu heel specifiek over deze reeks boeken allerlei vragen. Dus ook goed. Maar met alles wat daarover is gezegd, daar spreekt een bepaald soort inderdaad openheid of een soort transparantie. Of een bepaalde helderheid uit, waarvan ik zou willen dat die gewoon... Ja, ik zou zo graag willen dat dit de manier was waarop mensen over deze onderwerpen zouden praten. Hè? En tegelijkertijd zie ik het in de wereld zo verharden en zo... Mm-hmm. En ik ben benieuwd of we daar nog iets over kunnen formuleren. Of ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt. Of zie je dat alleen maar de verkeerde kant op gaan? Of denk je van, nee, maar er zijn wel openingen of... Ja, hoe kijk je daarna eigenlijk naar? Nou ja, daar komt mijn leeftijd weer boven water. Ik vind dat mijn mening dus niet meer courant is wat dat betreft. Ik kan wel willen dat de wereld beter wordt... maar het is niet meer aan mij om die wereld vorm te geven... of mede vorm te geven. Het is aan jongere generaties. Die moeten nu zeggen van in zo'n soort wereld willen wij leven. En ik heb het gevoel dat dat niet meer past. En dat heeft ermee te maken, denk ik toch wel, dat... mijn idealen, die passen bij de jaren 70 en 90, 70, 80, 90 van de vorige eeuw. En dat was een periode waarin vrouwen en homo's vechten en demonstreerden voor vrijheden. Hè, op het eigen lichaam, abortus, euthanasie, et cetera. En nu, de generaties van nu, die strijden voor, vind ik, voor geboden en verboden. Nou, die dickpics bijvoorbeeld, het verbod op dickpics bijvoorbeeld. In mijn ogen is dat een beetje een belachelijk iets om voor te strijden. Ik denk, waarom strijd je nou niet voor... Je ziet overal dat abortus aan banden wordt gelegd. Waarom gaan vrouwen niet de straten op om verder te strijden voor meer vrijheid voor vrouwen? Waarom moeten er meer regels komen...
Wat ik bijvoorbeeld ook merk is dat dat andere mensen van mijn leeftijd niet meer zo te koop lopen met hun meningen. Waar zijn de feministes uit de jaren 70 van de vorige eeuw? Die leven nog. Maar je hoort ze eigenlijk niet meer. Die vinden kennelijk dus ook dat het aan de vrouwen van nu is om te bepalen wat er moet gebeuren. En ik begrijp dat tot op zekere hoogte wel. Ik kwam in zekere zin tot een inzicht, en je kunt je afvragen of ik dat moet als man zijnde. Op een gegeven moment zei een mevrouw van ik wil een hoofddoek dragen. Dat ik eigenlijk dacht, ja, maar we hebben toch gestreden dat dat niet moet. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Al die vrouwen in de vorige eeuw hebben gestreden voor de individuele vrijheid van vrouwen om te kiezen, om zelf een keuze te maken. Als nou een vrouw zegt, ik wil een hoofddoek dragen, dat is mijn keuze, dan hebben we daar dus voor gestreden. Als dat is wat die vrouw wil, dan is dat dus het resultaat. En als die vrouw dat wil, dan is dat dus ook goed. Dan moeten wij ons daarbij neerleggen. Hoewel ik dan eigenlijk denk, ja, maar toch geen, wie wil toch geen hoofddoekje dragen? En toch leg ik me daar nu bij neer in zekere zin. Ik als een van die medevrouwen, maar wel als homo van toen, zal ik maar zeggen, die toch ook voor vrijheid streden. Als vrouwen van nu zeggen, wij willen een hoofddoekje dragen en wij willen een verbod op dickpics. Ja, oké. Dan moeten wij ons daarbij neerleggen dat de wens is van de vrouwen van nu. Het is nu hun samenleving en niet die van ons. En dat vind ik wel moeilijk, want ik heb een andere mening. Maar ik heb wel het idee dat mijn mening niet meer courant is en zelfs nog erger niet meer relevant is. Is dat duidelijk? Het is duidelijk dat jij met deze gevoelens worstelt. En dus ik denk dat ik om die reden ik merk dat ook, hè. Dus ik merk het ook bijvoorbeeld in. Ik geef dan les in Den Bosch op de Koningstheateracademie. En dan merk ik het in de klasse dat die discussie ook begint door te dringen. Dat debat waar je ook zelf weer voorbeelden van geeft. En ik merk het in het theater. En ik merk het inderdaad op social media. En ik merk het in mijn sociale kring. Nou, jij schreef in een mailtje wat wij van tevoren hebben gevoerd over dat leerlingen een lied van Raymond van het Groenewoud, ik weet niet meer wat de titel was. Ja, dat was het lied Twee Meisjes. Dat heel vies vinden. Ja, dat was het lied Twee Meisjes. En daar zei een leerling van ja, wat een vieze pervert eigenlijk. Wat een vieze rik. Nou, dat vind ik best erg. Dat vind ik echt wel erg. Ja, ik vind het een van de. Het is ook, ik bedoel, ik vind het ook heel. Dit is ook glad ijs, want ik wil niet mijn leerlingen het gevoel geven dat wat zij in de les bespreken, dat het op tafel ligt. Maar ik heb volgens mij wel een goede band met mijn leerlingen. En het is ook volgens mij goed om die discussie te blijven voeren. We hebben er ook een uur over gepraat in die les. Die ging op een gegeven moment alleen maar over Raymond van het Groenewoud. Omdat ik dacht van, ik ga dit met hand in tand verdedigen. Ik vind het een van de mooiste Nederlandse liedjes. Van de laatste, weet ik veel, 40 jaar of zo. En ik vind het gek dat de jonge generatie dan denkt van, dit is een pervert die naar meisjes gluurt, in plaats van dat hij er een prachtig pareltje in ziet. Van nou ja, ik heb datzelfde natuurlijk met beeldende kunst. Hè? Schilderijen of kunstwerken worden weggehaald uit de musea, omdat ze of bloot zijn, of dat ze aanstootgevend worden gevonden. Ik vind dat afschuwelijk. Maar ik kan daar eigenlijk niks tegen doen. Ik kan daar tegen ageren. Maar ik word echt, ja, ze kijken dan tegen mij zoals ik destijds, toen ik jong was, aankeek tegen oude kerels. En van, ja, je oude vent, wat moet je mee? Wat wil jij nou zeggen, lul, oude lul? En ik snap nou wat ze bedoelden. Nou ben ik zelf een oude lul. Alleen, ja, ik voel dat toch niet helemaal zo. Ja, maar dat is dus, ja. Dus ik snap dat je van jezelf met enige zelfspot zegt van, ah, ik ben naar een oude lul. Maar dus wat ik dus zo mooi vind aan je boeken en ook aan je blogposts, is dat ik daarin juist een soort, altijd die jeugdige fonkeling en dat subversieve blijf zien. Er zit,
volgens mij zit er in jou wel een verlangen om daar toch stiekem tegenaan te blijven schoppen. Dat is in ieder geval wat ik... Dat is ook Daar kom ik dan toch... Daar kom ik op af natuurlijk. Ja. Hè? Dan denk ik van ja, dit, volgens mij zegt hij wel van... Mijn mening doet er niet meer toe. Maar er zit stiekem een verlangen om dat nog wel tegenaan te trappen. Ja, komt maar dat? Er is toch ook wel een ander aspect... En dat kan ik ook gerust bij vertellen. Ouder worden leer je niet. Je moet dat bij ondervinding merken. En wat ik wel merk, is dat ik minder goed een bepaalde gedachte aan kan houden. Dus als ik in een discussie met jou bezig ben over een onderwerp, dan is het toch moeilijker dan vroeger om mijn gedachten op orde te houden. Ik heb daar eerder al iets over gezegd. Dus dan denk ik, nou laat ik maar niet aan die discussie beginnen, want ik weet niet of ik hem af kan maken. Ja, maar dat heeft te maken met de reacties, volgens mij. Nou, dat heeft te maken met ouder worden. Met dat je geest natuurlijk toch niet zo fris blijft als dat hij altijd was. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat er zoveel weerstand is, dat iedereen maar op social media eroverheen rolt, dat je twijfelt aan jezelf. Omdat je gewoon oneindig wordt geconfronteerd met... Ik heb het een paar keer gehad dat ik op Twitter of Facebook... dat ik meeging met de meute, zal ik maar even zeggen. En dat ik ook mijn ontsteltenis uitsprak over iets wat iemand gezegd had. En dat ik dacht, oh, dat voelt eigenlijk best wel fijn om het met iedereen eens te zijn. En toen voelde ik me daar ook tegelijkertijd weer schuldig over. Want ik vind dat clichédenken zo erg. Het meegaan met... Wat anderen ook denken, dat stuit me eigenlijk zo tegen de borst. Dat wil ik helemaal niet. Ik vind juist die nuance zo leuk en ook aardig om te laten zien. Nee, maar dat is ook een andere kant. En tegelijkertijd is het ook goed als ik dan word gewezen op dingen die ik niet zie. Want dat komt natuurlijk ook voor. Hè? Dat ik zelf ook stereotyp denk of dat ik clichématig denk en dat iemand anders mij erop wijst. En dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Hè? Dat ik... Laat dunken doe over iets wat vrouwen aangaat. En dat zo'n vrouw dan zegt... daar heb je niet aan gedacht. En dan, ja, daar heb je wel gelijk in. Toen... Nou klonk dat weer heel denigrerend. Zo'n vrouw. Ik bedoel, een vrouw. Nee, ik bedoel... Dat geldt altijd. Dat is ook... Ik heb in deze podcast wel een paar keer gezegd... van dat ik naar een nuance zocht. En dan merk ik dat mensen als eerste daar bovenop springen. Van nu ben je zelf niet genuanceerd. En dan denk ik van... Dan ben ik bijna geneigd om dan ook weer te zeggen van... zo belangrijk vind ik die nuance ook weer niet. Dat heb ik gewoon voor de vorm gezegd een keer. Dat als een soort van veronderstelling dat we dat allemaal waarderen. Maar ja, als je me erop gaat aanvallen, dan ben ik... Snap je, dat geldt hier ook een beetje voor. Van ik mag zelf ook clichés gebruiken. Ja. Het gaat erom dat ik voor... Ik zou zeggen van, het gaat erom dat je voor bepaalde onderwerpen... En in dit geval over hele precaire taboes... Daarvan dat je zegt van, nou, hiervoor zou het moeten gelden dat we daar niet in clichés over moeten praten. En dat vind ik wat anders dan, je mag nooit meer nergens clichés. Soms kun je een cliché gebruiken en is het heel vruchtbaar. Ja, dat kan ook. Er is niet iets algemeens over te zeggen over clichés, denk ik. Nou ja, wel dat ze niet vruchtbaar zijn. Ik denk niet dat ze vruchtbaar zijn. Cliché is eigenlijk dat je de grond uitput, als het ware. Ja, misschien bedoel ik niet. Misschien bedoel ik denk ik inderdaad... Op een cliché kan niks groeien, volgens mij. Nee, misschien heb je gelijk. Het is misschien een doodspoor. Ik denk dat ik bedoel... Hetzelfde wordt wel eens gezegd over karikaturen tegenover... meer round characters of zo, hè? Nou ja. En bij karikaturen denk ik nog wel eens van... Ja, soms is het heel vruchtbaar. En dat zie je ook zeker bij jeugdliteratuur. Dat kun je heel leuk gebruik maken van karikaturen... die toch heel springlevend worden, bijvoorbeeld. Dus daar is... Daar is niet één ding over te zeggen. Nee, ik zoek het wel in iets anders, niet zozeer in karikaturen. Wat wel zo is, en daar zijn clichés dan wel vruchtbaar in, volgens mij... is dat je met clichés kunt bevestigen dat je tot een bepaalde groep behoort. He, dat als je allemaal vindt... als je allemaal over hetzelfde vindt en je bevestigt elkaar erin... dan hoor je bij die groep. Ja. Nou, en voor mij merk ik dat ik buiten de groep val... waartoe ik eigenlijk meen te behoren. En dat heeft met mijn leeftijd te maken. Tot op zekere hoogte. Maar ook wel met levenservaring misschien wel. En dat vind ik wel lastig.
Ja, dus dat sluit weer heel mooi aan bij het begin. Dat je zegt van dat ook in het schrijven, dat je afdrijft eigenlijk van de taal van de jeugd. Ja. Zo, het ouder worden gaat over afdrijven. En zoeken naar hoe je toch aansluiting blijft vinden of zo. Ik heb het geluk gehad dat ik heel lang veelbelovend kon blijven. Even tot mijn 60e bleef ik wel veelbelovend. Nou, toen was ik dan wel ongeveer gearriveerd. Ja, nou ben ik over de hill. He, je kunt niet altijd op het topje van de berg blijven staan. Dus dan zakt het toch in zekere zin een beetje af. En dat is misschien ook wel goed, want het is uiteindelijk toch eindig. Ja. Toen jij even koffie ging halen en toen ik hem even op pauze drukte, toen zei je tussen neus en lippen door, dat heb ik niet opgenomen, maar toen zei je van, nou zeg ik toch alweer veel te veel of zo. Ja. Dat zei je een beetje ook weer met zelfspot, maar het is wel volgens mij nog misschien een leuke vraag om het mee samen te nemen. Heb je het gevoel dat je iets te veel hebt gezegd? Of sta je wel achter? Nou, waar ik nu... Ik, op een gegeven moment heb ik gezegd, zo'n vrouw, vrij recent, dat kan je toch zo niet zeggen. Dus dan denk ik, oh, dat had ik niet moeten zeggen. Dat heb ik ook proberen terug te nemen, omdat dat denigrerend kan overkomen. En dat, zo is het niet bedoeld, dus dat heb ik wel geprobeerd om weer te herstellen. Dus in die zin ben ik wel enigszins alert, maar tegelijkertijd denk ik ook, ach, laat ook maar. Doe maar. En heb je zelf nog iets wat je ter tafel wil brengen? Ik had wel een lijst gemaakt, maar ik weet niet of we die lijst door zouden moeten nemen. Ik weet niet, misschien schiet je iets te binnen waarvan je denkt van, oh ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, maar dat voegt toch wel iets toe aan? Nee, dat denk ik niet. Als ik zo... Ik vind dat we vrij veel behandeld hebben. Okay, ik zal eens op de klok kijken. Kijk, het is nu 4:15. We zijn bijna 2 uur aan het... Ja, nou, dat is toch lang genoeg eigenlijk, hè? Ja. Nee, ik vind het eigenlijk een heel, heel helder verhaal. En ik vind het een heel mooi... aantal dingen heel scherp en heel helder gezegd. Dus volgens mij... Ja, volgens mij... Ik zit echt na te denken. Maar volgens mij is het heel rond... Rond verhaal. Dat me prima. Ja, dus ik wil je alleen maar heel erg bedanken voor je tijd en energie en je werk. Dus, ja, het dank. Is fijn dat even iemand 2 uur heeft willen luisteren naar wat ik te zeggen heb. Ja, ja, het is heel, heel boeiend en het opent weer op een hele. Ja, hoe zeg je dat? Ja, ik was echt. Misschien laat me dat nog zeggen tot slot. Ik was echt ontroerd. Dat schreef ik ook al. Ik was echt ontroerd door het einde van. Mijn meneer, ik herlas het deze week en ik schoot echt vol. Ik moest echt huilen ervan. Dat heb ik niet snel bij een boek. Het verraste me ook een beetje. En toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik van, wat gebeurt er met me? Waarom raakt me dit? Waarom emotioneert me dit? En toen kwam ik erachter. Dus ik vond niet alleen dus... De manier waarop je dus dat hele verhaal had opgebouwd. Die onmogelijkheid van die ontmoeting. Is met zoveel liefde beschreven door die ik-persoon. En door de auteur, door jou dus. En ik begrijp ook dat het onmogelijk en verboden en is en niet mag. En ja, ik bedoel, je moet altijd in disclaimers praten om dit aan te mogen raken. Mm-hmm. Maar ik begrijp dat natuurlijk. Ik ben... ook gewoon, ik ben niet gek. Ik snap natuurlijk dat het niet kan en niet mag. En wat me dan treft is dus dat het met zoveel liefde is opgeschreven. En zo zorgvuldig is opgeschreven. En dat iets van hoe dat echt gevoeld moet hebben voor een 11-jarige... dat je voelt dat er een poging wordt gedaan om daar echt helemaal in te duiken. Of dat nou... waar is of niet, of gelukt is of niet... je voelt die liefdesarbeid van... je echt verplaatsen in hoe dat moet zijn voor iemand die 11 is... die met al die dubbele gevoelens moet omgaan... en daarvan schrikt en dat daar zich ook schuldig over voelt... en dat ook begrijpt, grappig genoeg of gek genoeg... want je bent 11, maar je bent ook heus niet gek... je weet dat er kinderlokkers bestaan... En dus het is niet alleen die liefde die daar wordt omschreven die me dan trof, maar ook dat ik me in dat moment, dus ik zit die scène te lezen en in één keer raakt het me hoe hard er wordt gepraat
in de publieke ruimte. En hoe bot er wordt gepraat in de publieke ruimte. En er is net die hele shitstorm van The Voice is net geweest, een paar weken geleden of zo. Nu is het alweer Overmars. En ik moet erover nadenken en ik denk, hoe kan het zijn dat dit zo zeldzaam is of zo? Dus ergens is het ook al die gevoelens tegelijk die dan in één keer zo in mijn hoofd zitten. En tot een soort uitbarsting komen of zo. Dat ik denk van, op de een of andere manier, ja, dat is denk ik wat ik nog wilde vertellen. Van wat mijn leeservaring was bij die laatste scène. Nou ja, maar dat heeft ook wel te maken, denk ik, met dat je in je eentje dit leest. Hè, dit is een ervaring tussen jou en het boek, wat je leest. En de meeste ervaringen die wij tegenkomen in de media, dat zijn ervaringen die gedeeld worden door een heel publiek. Hè, en iedereen heeft er mening over. En dan is die intimiteit er natuurlijk niet. Ja. En dan praat men in zekere zin elkaar na in clichés. Dus dan verdwijnt je nuance. En dat is dus ook wat mij zo heeft gekwetst in zekere zin. De onachtzaamheid waarmee men kijkt naar wat zoiets kan hebben betekend in het leven van een kind. Hoe dat verder gaat, lees je in het volgende boek. Want dat gaat eigenlijk helemaal over eigenlijk hoe kinderen, hoe minderjarigen in zekere zin aan een lot worden overgelaten door volwassenen als het gaat om dit soort problematiek. Want we denken dat we dat heel goed doen, maar dat is niet zo. Als wij die wereld van dat kind niet serieus nemen en gewoon ook erkennen dat de gevoelens van een kind oprecht zijn en dat die ook volledig zijn en niet een soort slap afscheidsel, hoe zeg je dat, van laat ik het zo zeggen, we hebben het vaak over kalverliefde, alsof dat geen echte liefde is. Maar een kind voelt dat niet zo. Voor een kind is het wel heel erg waar. En als volwassenen niet het respect kunnen opbrengen om kinderen in hun waarde te laten met hun gevoelens, dan ben je ze eigenlijk aan het mishandelen. En dat hebben bijna de meeste volwassenen niet door. En dat is een heel belangrijk aspect in het nieuwe boek. Ik ben ook nog niet uitgedacht over hoe ik dat wil formuleren. Ik wil dat strakker kunnen formuleren dan ik het nu kan. Het boek is nu geschreven, het wordt nu geredigeerd. Als het goed is, hoef ik er nog maar één keer doorheen. En dan ga ik nadenken over hoe ik in korte zinnen of in een kort tijdsbestek kan vertellen waar het boek over gaat. Nu is het nog zoveel, zijn het zoveel verschillende aspecten die samenkomen in één verhaal, dat ik het nog heel lastig vind om dat helder en klaar duidelijk te maken. Maar het wordt voor mij wel steeds duidelijker dat het in zekere zin een aanklacht is tegen de manier waarop volwassenen omgaan met kinderen. Ik merk ook als ik over de helft van het verhaal ben, van wat ik zelf geschreven, dat ik op dat moment heel erg gegrepen word door wat er in het verhaal gebeurt. En elke keer als ik het lees, word ik heel erg gegrepen door de getuigenis eigenlijk van de jongen die aan het woord is. Omdat ik daarin zie hoe eenzaam kinderen kunnen zijn die omringd worden door volwassenen, omdat volwassenen eigenlijk niet goed doorhebben dat een kind een compleet mens is. Volwassenen denken vaak dat een kind nog niet af is. Maar eigenlijk is een kind al af. Namelijk af voor de leeftijd waarop dat kind op dat moment is. Als dat kind 10 is, dan is het een afkind van 10. Maar niet een kind dat nog 16 moet worden. Dat kind is op zijn 10e al iemand. Iemand van 10. Net zo goed dat als iemand 46 is, is iemand van 46. En als iemand 56 is, is hij van 56. Ja. Op elk moment in je leven ben je af. En je bent niet maar een kind, hè, dat nog iets anders moet worden. En dat is iets wat ik hoop in dit boek wel duidelijk te maken.
Het gaat ook in dit geval om een misbruikt kind. Hoe eenzaam zo'n kind eigenlijk is. En begrijp ik het goed dat het in dit geval dan niet autobiografisch is, maar meer fictief? Het is natuurlijk gebaseerd op dingen die ik heb meegemaakt, maar niet alleen daarop. Ja. Komt bijvoorbeeld incest in voor met een opa. Nou, dat is mij niet overkomen, want ik heb nooit een opa gehad. Daar moet je het mee doen. Ja. Ja, nee, ik zal niet gaan vissen. Ik hoor al dat het niet de bedoeling is om te vissen naar de plot. Is het dan zo dat je als volwassene, dus stel je bent 40 en je kijkt naar iemand van 12, dat je dus dan overzie je eigenlijk al die jaren van 12 tot 40 ook. En dan denk je van, oh, hij is daar in het traject waar ik al dat ben. En dat dicht je met je fantasie. Terwijl jij zegt, nee, dat moet je niet doen. Want diegene is op zijn 12e al een volwaardige 12-jarige. Dus je moet eigenlijk met een meer onbevangen blik, zonder dat zelf in te vullen met je eigen ervaringen, moet je dat beoordelen. Dat hoor ik er eigenlijk in. Ja, nou, tot op zekere hoogte. Bij kinderen is dat wel net iets anders dan bij volwassenen. Een kind van 12 weet niet hoe het is om 14 of 15 of 80 te zijn. Een volwassene van 40 kan wel ongeveer invoelen hoe het is om 48 te zijn. Maar weet dat niet zeker. Wat ik gemerkt heb is in ieder geval dat ik als 48-jarige echt niet wist hoe het is om 66 te zijn. Bij kinderen is dat moeilijker, omdat je gewoon minder levenservaring hebt. Ja, ik ben geneigd om, ik moet nu denken, en dan wordt het misschien een beetje esoterisch, maar op het risico, ik neem het risico even. Maar zoals ik dat inmiddels ben gaan zien, is dus, er is een Vlaamse theatermaker, Peter de Graaf, die heeft dat heel mooi trouwens in een video een keer helemaal uit elkaar getrokken. En hij zegt, dat wie je bent, dat eigenlijk allerlei gecultiveerde verhaaltjes zijn. En ik denk dat op zekere zin wel klopt. Dus dat gaat over wie je bent, wie je naam is, wat je leeftijd inderdaad is, wat je beroep is en wat je opvattingen, je voorkeur, afkeuren. Hij vond ik best overtuigend beargumenteren dat als je dat helemaal afstript, dat er eigenlijk niets overblijft. Dat er alleen gecultiveerde dingetjes overblijft. En hij zegt, wie dan kijkt, als je dan die vraag stelt van wat kijkt er? Dat is iets dat wat hij dan het wezen noemt. Dus niet het ego, maar het wezen dat achter die dingen zit. De waarnemer. Dat is iets wat er altijd is geweest en wat alle leeftijden heeft meegemaakt en dat al die leeftijden precies hetzelfde was. Op het moment dat hij dat zegt in die video, dan denk ik, dat is zo. Dat herken ik ineens. En dan denk ik van, er is iets in mij, wat als ik al die laagjes afstrip van het ego, wat puur het wezen is, wat gewoon nieuwsgierig de wereld in kijkt, dat is een cameraatje die in mij zit en die alle leeftijden, die eigenlijk gewoon één universele leeftijd heeft. Toen ik 14 was, toen ik 18 was, toen ik 21 was, wel dat atypische, afwijkende, Michiel-achtige heeft of zo. Ja. Maar wat wel hetzelfde is. Wat springlevend is. En wat soort van knettert van energie. En wat er altijd is. Is dat nieuwsgierige energie. En zo luister ik ook. En ik denk dat ook is waarom waar ik net naar verwees toen ik zei dat er iets in jouw werk zit. Of ik nou je kinderboeken lees. Of je gedichten of die experimentele grafische gedichten of deze boeken die we vandaag besproken hebben. Ik zie dat ergens terug. Ik zie ergens elke keer dezelfde atypische pretoogjes van Ted van Lieshout overal doorheen fonkelen. En ik denk de hele tijd, het klopt dan dat je in Mijn Meneer heel erg goed hebt gevangen hoe het voelt om wat het is om 11 te zijn en in Schuldig Kind wat het is om 15 te zijn. Maar er zit ook iets universeels in wat de hele tijd ook hetzelfde is. En dat vind ik het dus daarom waardoor je die leeftijd ook verliest.
Dat vind ik dus fascinerend zelf. Ja, ik doe natuurlijk nog steeds wat ik als kind deed. Dan zat ik op mijn kamertje te plakken en te knippen en te kleien en te tekenen en te schrijven. Ja, dat doe ik nog steeds. Als ik dat zeg, denk je dan van wat een gekke theorie, of herken je dat? Dat herken ik wel, ja. En dat herken ik ook. Dus ergens ben jij heel goed geweest, of heel goed in, of ergens is iets van jouw kerntalent gaat erom dat je dat ook kan inzetten of styleren op de een of andere manier. Ja, nou, dat kind, dat is er ook gewoon nog steeds. Dat draag ik altijd met me mee. De vraag is of dat bij jou zo zal blijven. Want ik heb, ik moet het anders zeggen, jij bent nu vader geworden. Ja. Dus voor jou is jouw kind nu het kind in jouw leven. Ik ben nooit vader geworden, dus het kind dat ik was is nog steeds het kind in mijn leven. En voor jou is het interessant misschien om te gaan kijken, neemt het kind dat je nu hebt de plaats van het kind in jou over? Of blijf jij contact houden met het kind dat je zelf was? Dat is een goede vraag. Nou ja, de komende jaren ga je daarmee leven. Ja. En waarschijnlijk de eerste jaren zal het feit dat jij nu vader bent een andere rol hebt gekregen. Echt een wezenlijk andere rol in het leven. Die zal groter zijn dan jouw... hoe zeg je dat? Heimwee naar het kind dat je zelf was. Het kind waarvoor je moet zorgen wordt nu zo belangrijk dat als het ware het kind dat je was verdrinkt, denk ik. Hè? Want dat weet ik niet, want ik ben zelf nooit vader geworden. Maar ik kan mij zo voorstellen dat ook een van de levenservaringen is die voor mensen heel erg belangrijk is. Het moment dat je ouder wordt, dat er iets heel wezenlijks in je leven verandert, waardoor je misschien wel, voor een deel misschien wel voorgoed, afscheid neemt van het kind dat je was, omdat er een ander kind voor in de plaats komt. En ik weet dus niet of dat ook zo is als jouw kind volwassen is. Of je dan terugkeert naar het kind dat je was, of dat op een gegeven moment je kleinkinderen dan die rol gaan overnemen. Dat weet ik niet. Dat is aan jou om te ontdekken. Ja. En jij ziet dat inderdaad, jij ziet dat echt als iets van, hoe zeg je dat, als iets... Ja, een kind in jezelf, dat is echt inderdaad hoe je dat in je hoofd kan visualiseren dan. Zo. Dat zou je dus moeten vragen eigenlijk aan iemand die al een tijdje vader of moeder is. Van hoe dat werkt. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet wel dat mensen mij altijd jong schatten. En dan denk ik dus ook van dat ik iets van dat kinderlijke heel goed heb kunnen vasthouden in mijn volwassenheid. En dat zie ik als een zegen. Maar het is interessant om het te beseffen dat inderdaad nu concurrentie krijgt van mijn concrete zoon. Dat is interessant, dat had ik het nog niet bekeken. Nee, op een gegeven moment zie jij jouw zoon, die wat ouder is, over een muurtje lopen. En dan zeg jij, kom maar af, het is gevaarlijk. Maar toen jij zelf van die leeftijd was, liep je daar gewoon overheen, vond je dat helemaal niet gevaarlijk. Maar nu heb jij de zorg voor dat kind en heb jij dus een andere rol gekregen ten opzichte van het kind. Het kind in jou is nu jouw kind. Jouw zoon dus, bedoel ik. Ja, maar ik merk nu al dat die gedachte dat iets gevaarlijk is, dat iets is wat te maken heeft met mijn verlangen om dat kind te beschermen. Te beschermen en ook bij ons te houden of bij ons te hebben. Dus dat iets is in mij. Snap je? Dat iets zegt over mij, dat merk ik nu al, dat verandert. Nee, bij mij is dat dus nooit gebeurd. En heb je nooit daarin... ik snap dat misschien dat je als je homoseksueel bent, dat je ook snel denkt van misschien komen er nooit kinderen, maar heb je ook nooit een kinderwens gehad? Jawel, maar als moeder. Ik wil wel kinderen, maar dan alleen als moeder. Maar goed, dat kan helemaal niet. Ja. Maar heb je dat echt gevoeld? Van ik wil, ja, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat mijn vader overleed toen ik 7 was. Ja. Dus ik ben opgegroeid met een moeder. Dus die moederrol, die ken ik eigenlijk van buiten. En de vaderrol kan ik me eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen. Ja. Dus misschien daarom. En bovendien, ik ben tot op zekere hoogte, dat heet tegenwoordig dan non-binair.
Maar vroeger had je die kleine vakjes niet. Hè? Nu moet alles in veel kleinere vakjes dan vroeger. Dus ik ben gewoon, zoals dat heet, homo. En daar kwam het gewoon niet ter sprake. Bovendien, ik vond mijn vak veel belangrijker. Ik dacht, zo ben ik dan ook wel weer. Ik wil dan wel, als ik een kind zou krijgen, dan wil ik dat het geniaal is. En de kans op een geniaal kind is niet zo groot. En ik ben bang dat als ik vader zou zijn geworden, wat ik natuurlijk best gekund had, dat ik dan toch teleurgesteld zou zijn geweest in een kind als dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, fietsenmaker wilde worden of politieagent. Terwijl ik dat nu, nee, dat moet een professor worden of dokter of kunstenaar. In ieder geval iets geniaals. Ik ben bang dat ik dan toch teleurgesteld zou zijn geweest. Ja, dus je hebt je behoed voor teleurstelling. En tegelijkertijd heb je zelf dus dat kind wat dan in jezelf zit altijd in leven kunnen houden en kunnen koesteren. Nou ja, ik lach er ook mee. Dat geniale kind dat ik graag wilde hebben, ja, dat ben ik zelf. Ja, ja. Het is wel mooi. Ik zit, want net een, weet ik veel, toen we even op de klok keken, toen dacht ik van, ik heb het idee dat ons gesprek rond is, maar het voelt nog niet alsof het een einde heeft. En nu heb ik het gevoel alsof we er een strikje omheen goed kunnen zo. Doen. Nou, dus dat is heel, ben ik blij om. Heel mooi nu we helemaal uit zijn gekomen bij wat dat archetype van dat kind, wat dat... Ik ben ook tot dit inzicht nu gekomen. Nou, dat is mooi, want in een goed gesprek kom je zelf hopelijk ook nog iets tegen wat je nog niet wist van jezelf, toch? Heel goed, ja. Ja, nogmaals, heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Tot slot wil ik me nog even richten tot de luisteraar. Mocht je nou genoten hebben van deze uitzending en mocht je denken, ik wil deze podcast ondersteunen, dan kan dat heel eenvoudig. Volg dan de links in de beschrijving van deze podcast. En dan wijst de rest zich vanzelf. Tot volgende week.